Dames en heren, van harte welkom. Op deze avond What the Whiff nummer 2. We zouden vorige week nummer 2 hebben, maar toen was er een hoorzitting ingelast over het referendum. Daar wilde ik bij zijn. Vervolgens dacht ik het allemaal goed geregeld te hebben, want donderdag was het Kamerdebat over het referendum. En daar zou het eigenlijk afgerond zijn en er zou er vandaag worden gestemd. Maar mede vanwege de onduidelijkheid over de juridische mogelijkheden om het referendumwet zo af te schaffen zoals ze nu doen, waar we ongetwijfeld straks in het laatste deel van dit gesprek nog even op terug zullen komen, is vanavond de tweede termijn van het debat over het referendum. Over het raadgevende referendum. Daar had ik heel graag bij willen zijn. Maar ik dacht, ik ga niet weer voor de tweede keer de WIF-avond afzeggen. Kortom, van harte welkom. Ook de kijkers thuis. Duizenden mensen. In de zaal is het rustig, maar thuis zitten echt duizenden mensen te kijken. Dat u dat weet. Dat betekent ook dat we allemaal duidelijk in de microfoon moeten praten. Omdat de mensen thuis het anders niet kunnen volgen. Mijn naam is Nisco Dubbelboer. Ik ben van Meer Democratie. En dat is een stichting die zegt waar het voor staat, namelijk wij willen meer democratie. En dit zijn spannende tijden. We gaan straks onze democratische rechten weer volop uitoefenen met de gemeenteraadsverkiezing op 21 maart. En dan is er ook nog een referendum. Wat ons betreft niet het laatste referendum in de Nederlandse geschiedenis, maar er is nog een referendum over de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Wij doen een serie van 5 2 gesprekken hebben we dat eigenlijk genoemd, maar vanavond had ik de enorme luxe van 3 gasten. Dus we hebben een 3 gesprek vanavond. En ik ben heel erg blij dat jullie hier zijn. En ik begin gewoon even links. Teun Cotier, je mag je straks nog even introduceren. Mirthe Hilkens en Bart Nijman. Deze 3 mensen, daar gaan we vanavond niet sec mee debatteren als zodanig. We hoeven niet echt een debat te voeren. Het gaat me er echt om dat wij verdiepende gesprekken voeren over de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. En het duurt zo'n 1,5 uur. En de bedoeling is dat we het eerste uur, 3/4 uur, het hebben over die wet inlichting en veiligheidsdiensten en het referendum. Of dat een goed idee is om daar een referendum over te houden. En vervolgens hebben we nog even sec over het referendum, omdat dat zo super actueel is. Ik probeer in contact te staan met mijn collega Arjen Nijenboer, die in Den Haag nu op de publieke tribune zit. Want while we speak is het debat begonnen, tweede termijn begonnen, over het afschaffen al dan niet van het referendum. Dus misschien kunnen we af en toe wat updates geven. Maar goed, ik moet natuurlijk ook scherp blijven bij dit gesprek. Dus als er iemand in de zaal is die af en toe even de tweets van Meer Democratie kan volgen, dan kan je af en toe even roepen van oeps, nou is er iets interessants aan de hand. 1-0 staat 1-0. 1-0 voor... Ja, 0-1, alles 0-1 is Ollongren en 1-0 is wij burgers. Ja? Oké, heel goed. Ik hou enorm van het gesprek, dus ook van participatie uit de zaal, zullen we maar zeggen. En vragen, opmerkingen, aanvullingen, allemaal welkom. Maar wel via mij in de microfoon, omdat het anders nogmaals voor de duizenden kijkers thuis niet goed te volgen is. Teun Cotier, vertel even wie je bent en vertel daar dan ook meteen bij wanneer jij voor het eerst hoorde van de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. Jeetje, nou dat weet ik al niet. Ik ben een D66er, maar, en ik was ooit voorzitter van D66 in Amsterdam, maar ik ben al 6 jaar geen lid meer. Omdat D66 natuurlijk is opgericht voor het vitaal en zuiver houden van het democratisch bestel en haar legacy verlogend, naar mijn idee. Ja. En ik denk dat ik in die zin een voorzienende blik heb gehad, want ik... Dat vond je toen, 6 jaar geleden? Dus dat vond ik 6 jaar geleden. Ja. En toen zag ik ook al hoe de interne democratie van D66 is, en die is al niet heel lekker. Dus ik vind het wel boeiend om te zien nu hoe het denken wat ik toen al herkende nu zich uit in een onwaarschijnlijk regenteske opstelling. Dus ik ben een D66er in hart en nieren die geen D66 is. En ik ben wel lijstduwer van de Piratenpartij in Amsterdam. Oh ja. Ja. En mijn stelling is altijd een echte D66 gestemd Piratenpartij. En dat is denk ik ook wel waar. Omdat Piratenpartij naar mijn idee een partij is die wel meer voor de systeemkritiek is dan gevestigde partijen. Ik ben actief in de journalistiek. Ik was ooit de uitgever van De Groene Amsterdammer. En heb nu een coöperatief mediabedrijf opgericht voor en door freelance journalisten. Ik geloof heel erg in de verschuiving naar een coöperatieve economie. Dat is leuk om te doen. En hou me natuurlijk juist ook vanuit de journalistiek heel erg bezig. Veel meer nog met de
met de onderliggende systemen. Ik hoop dat we daar vanavond ook over kunnen praten. Want je hebt natuurlijk het toneel dat vanavond weer wordt opgevoerd. Ja. He, met allemaal poppetjes en die staan daar. En je bedoelt niet hier, maar in Den Haag? Nee, daar in Den Haag. Ja, ja, ja. Maar wat zit er nou achter? Welke vragen worden er niet gesteld? En welke dingen spelen een rol die buiten het debat blijven? Heel goed. Oké. Okay. Dankjewel. Maar dan heb je geen antwoord gegeven op de vraag wanneer je voor het eerst van de WIF hoorde of van de sleepwet of... Nou, dat je überhaupt wist. Want... Voor mij is het wel vers. Ik denk toch een maand of 8 geleden eigenlijk. Okay. Zoiets. Ja, het is niet, ik heb de hele lange aanloop niet meegekregen. Okay. Nee, want het was interessant. 2 weken geleden hadden we professor Wim Voermans hier zitten met Arend Jan Boekenstein. En toen stelde ik die vraag aan Wim Voermans. En toen bleek dat hij in de commissie Dessens had gezeten. En die commissie Dessens was een commissie die de hele inlichtingendiensten door hadden gelicht. En dat op basis van hun rapport in 2011 dacht ik, hè, of zo... dat daarop deze hele wet gebouwd is. Dus het was heel erg interessant, want ik heb hetzelfde als jij. Ik heb ook ongeveer zo'n periode geleden er voor het eerst van gehoord. Maar het heeft dus een hele diepe geschiedenis, of een lange geschiedenis. Ja. Meerte Hilkens. Ja. Wie ben jij? Wat doe je? Dat is echt wat ik heel lief dat vond. Dat had jij moeten zeggen. Ja, maar ik vind het wel leuk dat ik het zelf zeg. Maar wat ik wel even wil zeggen is dat wat Pakhuis de Zwijger op de site heeft gezet. Slaapzakken voor Lesbos. Ja, wat leuk dat ze zich dat herinneren. Ja. 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 Vertel eens, wie ben je? God, dat is nou het laatste wat ik over mezelf zou vertellen. Maar ja, dat was wel in het heetst van de vluchtelingencrisis. Zoals we dat zijn gaan noemen, kreeg ik gewoon een telefoontje uit Lesbos. Dat mensen... in de open lucht sliepen en dat er 10.000 slaapzakken nodig waren binnen 4 weken. En dat is gelukt. Ja. Omdat ik die met mijn familie ben gaan inzamelen. Ja, wat een rare introductie van me. Maar waarom kreeg je dat telefoontje? Wat gaat daar dan vooraf? Dat is misschien wel logisch om dat te vertellen. Mm-hmm. Daar ging aan vooraf dat het bij De Wereld Draait Door, waar ik op dat moment wel eens zat om over politiek te praten, ging over het feit dat sommige hulp aan vluchtelingen van welwillende individuen nogal contraproductief was. En... toen zei ik, vroeg Matthijs me denk ik van, zou je helpen als iemand je het vroeg? En toen zei ik, ja, dat lijkt me evident. En iemand met een PvdA bestuurslid uit die periode, lang gewoond op Lesbos, dacht, dat laat ik me niet nog een keer zeggen. En die belde. Is, ja. Ja, Marja, ja. Bel. Nou, ja. 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 Grappig. Ja. Oké. Okay. Dus dat ben even, ik. Ja, maar je hebt ook in de Tweede Kamer gezeten. En je bent toen met veel, hoe zeg je dat? Kabaal wou ik zeggen, maar dat klinkt wat negatief. Maar je bent om principiële redenen op een gegeven moment opgestapt uit de PvdA-fractie. Ja, ik kom uit de journalistiek ook. Ja. Dat ging allemaal wel heel goed. En toen werd ik Kamerlid. En dat ging minder goed. En dat had eigenlijk alles te maken met wat ik dan oligarchische werkwijze van Rutte 2 ben gaan noemen. Okay. Omdat het akkoord zonder inbreng van de fracties, ook al wordt achteraf anders beweerd, tot stand is gekomen. Meest ingrijpende akkoord, zoals ze het zelf zeiden, sinds de Tweede Wereldoorlog. En daar kregen we wel geteld 2 uur leestijd voor en 1,5 uur debattijd. En het was klaar. En ik heb me eigenlijk een jaar... later, dus zeg maar een zomerreces verder gerealiseerd, dit is niet waar ik voor getekend heb. Dit heeft niets meer met vertegenwoordiging te maken. Dit heeft niets met controleren te maken. Ja. Enter, mijn grote voorkeur voor het bindend referendum, zeg ik er maar meteen bij. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als dat niet is waarom ik ooit begonnen ben, dan stopt het hier weer en zo geschieden. Ja. En nu doe ik eigenlijk van alles door elkaar. Ik mag weer schrijven, dat is heerlijk. Ja. Wat ik wel interessant vind aan jouw vertrek... is dat je eigenlijk haarscherp, denk ik, toen aanvoelde wat later het enorme probleem van de PvdA bleek te zijn, zal ik maar zeggen. He, ja, van de 38 zetels bleek er 1 termijn of 1 kabinet verder nog 9 te staan. Dus ik denk dat veel kiezers, gok ik, misschien begrijpen waarom ik weggegaan ben. Ja, want dat was wel 2 jaar eerder. Ja, ik vertrok 2 jaar eerder. Ja. Nee, 3 jaar zelfs. 3 jaar ik ben 1 jaar Kamerlid onder Samsom geweest en daarvoor onder Cohen. Maar 1 jaar Rutte 2 was voor mij eigenlijk genoeg. Ja. Ja. Boeiend. Ja, heel boeiend. Wanneer heb jij voor het eerst van de WIF gehoord? Nou, ietsje eerder. Maar dat kwam omdat ik... Je hebt dan nog wel een beetje een verbinding met je oude fractie. En dan kwam natuurlijk het nieuws dat er een dissident Kamerlid was. Woehoe. Dat heeft nieuwswaarde. En dat was Astrid Ozenbrug. Ja. Dus in de periode... Internet-expert eigenlijk, ook de internetportefeuille in de fractie. Ja, ik heb vandaag 2 uur gesproken in voorbereiding op mijn hier zijn. Jeetje, doe maar. We hebben even herinneringen opgehaald. Ja. Maar dus eigenlijk in de periode dat het in de fractie echt een kwestie werd, kwam het mij ter oren, omdat een Kamerlid dat afwijkt van de afgesproken lijnen. Ja, dat belt zich rond, zullen we maar zeggen. Ja.
Maar misschien moeten we straks even op terugkomen van wat dan die discussie toen was en waarom. Nou, je hebt 2 uur met haar gepraat, dus dan neem ik aan dat je ook een aantal punten in gaat brengen die ze toen ook al principieel. Ik ben het met haar eens, dus dat treft. Ja, ja, okay. Anders zou ik dat niet doen. Nee. Dan zou je misschien ook wel 2 uur gepraat hebben, maar dan zou je dat niet zeggen. Ja. Nee, precies. Okay. Bart Nijman, onze derde gast van het 3-gesprek. Van harte welkom, ik ben erg blij dat je er bent. We hebben elkaar een beetje leren kennen rond het referendum. Maar het viel mij op dat jij adjunct hoofdredacteur. Wie is dan eigenlijk hoofdredacteur van? Mark Burma, Pritstift, van geenstijl.nl. Oh ja, ja. Dus Van Geen Stijl, adjunct hoofdredacteur, maar jij bent Van Rossum, hè, in geen stijltermen. Weergaloze pen, ik lach me soms enorm te barsten. Soms ben ik het volstrekt niet met je eens, dat mogen ook geen verrassing zijn. Maar het viel mij op dat je ontzettend fel was over deze inlichtingenwet. Maar vertel misschien eerst nog even ietsje over je achtergrond, want heb je altijd in die journalistieke sfeer gezeten? Min of meer, ja, sinds 2008, 2009 ongeveer. Ja. Van opleiding ook, ik ben Amerikanist, maar ik heb vakken of minor journalistiek gedaan in Tilburg, in Utrecht en in de VS. En ik ben na mijn studie meteen in de freelance journalistiek gerold en van daaruit via Bert Brussen in 2011 bij Geen Stijl terechtgekomen en daar nu nog steeds. Ja. Inmiddels was adjunct en daar was ik initiatiefnemer van het Oekraïne-referendum en dat is denk ik de reden dat ik hier zit vooral, meer nog dan mijn achtergrond bij GS. Maar GS was natuurlijk een belangrijk platform in dat referendum en daaromheen. En nu ook weer, denk ik, rond de slepen. Ja. En wanneer heb jij het in je vizier gekregen, zou ik maar zeggen, dat hele verhaal van wat ze van plan zijn? Dat hou je zijdelings een aantal jaren een beetje in de gaten via Piratenpartij, via Bits of Freedom, via Privacy Barometer, is een website die er veel bovenop zit. En dan ineens, als het eenmaal aan de orde is politiek, dan gaat het heel snel natuurlijk. En dan ben je er ineens volop mee bezig. En toen er een paar studenten meteen een referendum over af wilden dwingen, zijn wij redelijk snel die bandwagon gesprongen om dat aan te moedigen. En gelukkig met hoop gevolg. Zeker nadat Arjen Lubach er een item aan wijde, ging het heel hard. En liepen ze makkelijk binnen met die handtekeningen. En wat is je verwachting ervan? Als je een beetje moet inschatten zo. Ook de reagures van jullie zijn nogal berucht, zou ik maar zeggen. Maar er zit een interessante, lijkt een beetje 50-50. Ja, er zit een interessante tegenstelling in. Omdat enerzijds is de claim dat zo'n sleepwet zorgt voor de preventie van terreur en andere nare enge dingen die we willen tegenhouden. Altijd het kinderporno-argument wordt ook altijd ingevoerd als het over internetpreventie en veiligheid gaat. Daar zijn natuurlijk een heleboel mensen voor het voorkomen van aanslagen. Anderzijds, die privacy kwestie, er zitten ook heel veel mensen, heel veel achterban op Geen Stijl, die wil niets of zo min mogelijk met de overheid te maken hebben en is dus heel wars van dit soort ingrijpende wetgeving. Waarbij ook een zeker gezond verstand dicteert dat een overheid die alle informatie heeft dus ook de juiste informatie, maar zie die maar eens te filteren. Ja. Het is geen garantie dat het oogsten van alle informatie leidt tot het voorkomen van aanslagen als je meer informatie hebt dan je mensen hebt om het te verwerken. Dus daar zit inderdaad een beetje een tweespalt in. Teun, is dat ook, zeg maar, als jij wil graag, zeg maar, die verdieping of de bredere context ook een beetje schetsen. Dat wantrouwen naar de overheid, is dat, zeg maar, een reden waarom jij ook heel erg kritisch bent op de sleepwet? Ja, want ik denk dat ik heb Meerte ontzettend bewonderd om haar stap. Omdat ik geloof dat de politiek een oligarchie is geworden. Mm-hmm. Die hebben natuurlijk op zich... Maar dat zeggen, het is niet alleen Rutte 2. Op zich, ze komen met ons mandaat in die Kamer en zijn dus schatplichtig aan ons als bevolking en zijn dat niet meer. Ze zijn schatplichtig aan zichzelf geworden. Dus ik geloof dat het wantrouwen jegens de overheid gewoon gezond is. Zeker als je in de journalistiek zit natuurlijk, moet je dat een beetje hebben. Maar ik denk dat ze er ook wel veel reden voor geven. En in dit geval, ik zag vanmiddag nog even de lijst van organisaties die tegen die WIV zijn. Dat is niet voor de poes. Ja. Van Amnesty tot Bits of Freedom, die uitgesproken. Amnesty International, die zich uitgesproken op een Nederlandse voorliggende wet uitspreekt. Niet op Pakistan en ik weet niet waar allemaal, nee, Nederland. Dus volgens mij is dat al een unicum. Dat er heel veel organisaties die er echt verstand van hebben, zeggen echt nou. En als je dat houdt tegen het dédain waarin de politiek omgaat met dat weer tegengeluid. Namelijk gewoon niet, hè, gewoon eroverheen. Fascinerend hoe die referendumwet nu ineens versneld
de nek om wordt gedraaid. Volgens mij heeft dat ook iets met elkaar te maken. Even of je heel kort mag onderbreken. Amnesty was niet alleen een ondertekenaar van het manifest tegen die sleepwet, maar die hebben ook die jongeren, die studenten hier, hebben gefinancierd en campagne helpen voeren. Ja. Die hebben echt actief zich bemoeid met het ophalen van die handtekening. Ja, ja. Dus en volgens mij is dat eigenlijk wel een unicum in de Nederlandse politiek. Ja, zo'n breed middenveld. Dat was een interessant fenomeen ook vanuit Geen Stijl bezien. Omdat het Geen Stijl wordt gezien als een rechtswebblog. Ben ik het niet mee eens, andere discussie. Ja. Maar daar zat dus een Amnesty bij, wat absoluut niet een natuurlijke bondgenoot van Geen Stijl zou zijn. En ook binnen de Piratenpartij zie je vaak wat tweespalt. Er zit een deel vindt ons heel leuk, een deel vindt ons verschrikkelijk. Maar al dat soort groepen komen wel bij elkaar om één doel, namelijk het afdwingen van het referendum. En dan zie je zo'n lijst van allemaal ondersteuners en supporters en instanties die erachter staan. Ja. En daar zit dan een totale doorsnede in van links tot rechts. En dat is een georganiseerd wantrouwen in dit geval tegen een voornemen van de overheid. Ja. Dus, maar even van de termen die we er vanavond in de aankondiging tegenaan hebben gegooid, is zeg maar de deep state. Maar is dat ook het wantrouwen, zeg maar, wat we inderdaad in de hoek van de Piratenpartij ook verder moeten zoeken? En dat ook een reden is waarom jij je wat verwant voelt met de Piratenpartij? Nou, ik ben pisneidig en heel erg bezorgd over de staat van de democratie in Nederland op dit moment. Ja. En dat wordt niet beter. Ik bedoel, al 5 jaar lang, geloof ik, heeft Nederland de meest regressieve wetgeving ingevoerd van alle Europese landen. Dat hebben we allemaal niet door. Maar er is een meneer Donner benoemd bij de Raad van State. Nou, moet je even kijken wat er gebeurt. Ik dacht het al. Die Raad van State die wilde die man niet. Dat was toen al bijzonder. De Raad van State zei, ja, dat moeten we echt niet hebben. Die Donner heeft het parlement een poppenkast genoemd, geloof ik, toch? 2 maanden voordat hij wegging. Zo'n soort term. Ja. Minister, die Tweede Kamer, een poppenkast. Wie wordt Raad van State? Wie beslist dat nou? Ja. En dan zie je nu ineens wat er gebeurt. Oké, 1-2'tje, ook vandaag dat het nieuws in het AD over die andere wet, hoe heet het, de initiatiefwet lokaal. De Raad van State zegt, dat levert alleen maar meer bureaucratie. Waarbij dan nog geldt dat de EU bijvoorbeeld al heel lang zegt, die Raad van State voor jullie in Nederland, daar klopt geen reet van. Hè. Je kan natuurlijk niet, je hoogste rechtsprekend college kan niet ook adviseur van de regering zijn. Dat gaat natuurlijk niet, dat kan helemaal niet, scheiding der machten. Wat ik veel erger vind is zeg maar de... He, dus de ene keer wordt het advies van de Raad van State als belangrijkste argument voor het volgen van een zekere lijn ingebracht. En de andere keer is het de Kamer die zegt, ja, maar u handelt nu in strijd met het advies van de Raad van State. En het legt ook iedere keer zo'n politiek opportunisme bloot. Ja. Is dat instituut nou heilig, zoals nu in casu bijvoorbeeld die referendumwet, hè, dat gewijzigde advies van de Raad van State is opeens de gouden berg waar we allemaal naartoe moeten. Terwijl als er een advies uit was gerold waarvan de coalitiepartijen hadden gedacht, meh. Het is een beetje zoals we ook de Senaat wel of niet serieus nemen. Het ligt er een beetje aan of ze meestemmen met de coalitie of dwars liggen. Ja. En ik vind dat eigenlijk gecombineerd met wat je nu ziet. En je ziet eigenlijk, je kunt het eigenlijk uittekenen. Ik ben nog desondanks nog steeds verslaafd aan het volgen van het liefst lange politieke debatten. Ja. Maar je ziet nu D66, ChristenUnie en CDA hebben zich in die Rutte 3-coalitie genesteld. Ja. Nou, eigenlijk letterlijk genesteld. Opgesloten. Want, heel even kort, ik ga even een pad af, maar Zijlstra, die we natuurlijk net in opspraak zagen raken vanwege zijn gefantaseerde aanwezigheid in de dacha van Poetin. Daar kun je heel veel relevante vragen over stellen. Ook juist aan onze premier, hè, die dit eerder wist dan wie ook. Behalve de journalisten die aan het bellen was. En je ziet dat de 3 coalitiepartijen, hun woordvoerders, blijven opeens stevig in de banken zitten. Vragen ook niet meer om een tweede termijn. Eigenlijk 0 interrupties, 0 debat. Alleen even straks omdat het moet. Verlogenen van de controlerende taak die ze grondwettelijk hebben. Dus je ziet dat binnen coalitiepolitiek op dit moment zelfs de controlerende taak van Kamerleden enorm onder druk staat. Dat is iets wat ik uit Rutte 2 herken. Dus het is alles bij elkaar begint het een soort karikaturale, voorspelbare vorm aan te nemen, die volgens mij voor ons alle vertrouwen in wat daar gebeurt schadelijk is. En je ziet ook, uit onderzoek blijkt dat we eigenlijk die staatsrechtelijke democratie, dat we daar nog steeds een levensgroot vertrouwen in hebben. Daar moeten we ook helemaal niet alarmistisch over doen. Maar je ziet dat het vertrouwen in de vertegenwoordigers van ons democratisch bestel wel best rap afneemt. Ja. Dus daar is gewoon iets fundamenteels mis op dit moment. Dat is precies wat ik bij mijn lezers of achterban
meen te proeven dat mensen allemaal hartstikke dol zijn op de democratie. Ze vinden het fantastisch hoe het hier werkt. De democratie, de vrijheid, de rechtsstaat. Vrijheid van meningsuiting, allemaal grondrechten. Beter dan dit is er bijna niet in de wereld. En dat is volgens mij zijn de meeste mensen daarover eens. Alleen degene die hem beheren, die hem uit moeten voeren. Je hebt, onder Rutte 2 zag je inderdaad heel sterk die dood van het dualisme, om het maar even dik aan te zetten. Waarin die fractiediscipline keer op keer leidend was boven een bepaalde ratio. En inderdaad, in het geval van Zijlstra was het het moment geweest waarop ook de coalitiepartijen hadden kunnen zeggen van ja, we kunnen nu eigenlijk niet anders dan erkennen. De man heeft gelogen, heeft daar op een blamerende wijze wereldnieuws mee gemaakt. Ja. Misschien moeten we allemaal maar zeggen, we nemen afscheid van hem. Ja. En dat deden ze inderdaad niet. Ze stonden daar allemaal net te doen alsof er eigenlijk niks aan de hand was. Pechtold kreeg zelfs voor elkaar om in zijn eerste reactie alle Russen voor leugenaar uit te maken. Om Zijlstra te beschermen. Ja. Dat was op zich heel grappig. Omdat je denkt van dat hij zelfs in deze situatie zichzelf tot de meest vervelende persoon weet te bombarderen. Maar dat tekende wel de gretigheid en een bepaalde mentaliteit ook. Om de boel bij elkaar te houden in een coalitie. Maar dan even terug naar de staat van de democratie, want die is natuurlijk door... En ook door... eigenlijk een beetje naar de WIF, hoe die daar dan omheen cirkelt en schraagt. Het gaat over die WIF-discussie heeft natuurlijk deels met het vertrouwen in de overheid te maken. Als wij allemaal als overheidsvertrouwen zeggen, jongens, hartstikke goed, doe dat lekker. Maar we hebben anders iets van, wacht even. Mm-hmm. En dan nog heel even terug daar naartoe. Montesquieu komt met de trias politica. Dus als je uitvoerende macht hebt, dan moet die gecontroleerd worden. Dat was in de tijd dat de politieke partij nog niet bestond. Die is wel gekomen. Dus wat zien we nu? Eigenlijk de vervolmaking van het particratisch stelsel, waar de fractie, de coalitiefracties hun eigen ministers controleren. En de fractietop daarin heel erg dan weer dominant is. Een beetje volledig dominant is. En de voorlichtingsafdeling de partij op zo'n manier weet te profileren en naar buiten toe weet te marketen, alsof het leukste merk in de winkel is. Iedereen wil dat merk hebben, daar is de VVD ontzettend goed in. Mm-hmm. En die staan mede daarom nog steeds nu op 30 zetels, ondanks dat er bijna wekelijks een minister uit het kabinet lazert. Het doet ze bijna niks. Straks alweer een Kamerlid, ja. Maar als het controlerend mechanisme van de macht niet meer functioneert, en ik denk dat je dat echt hard kan maken, dan hebben we gelukkig de journalistiek nog een beetje, dan hebben we dus een heel groot probleem. En je ziet naar mijn idee nu de regering dingen doen die je alleen maar kunt doen als je weet dat je niet meer goed gecontroleerd wordt. Hè, als daar een scherpe Tweede Kamer zit, dan zijn er bepaalde dingen die kan je niet permitteren. Dan kan je niet stil blijven over Zijlstra, want dan weet je dat je gewoon keihard eraan gaat als het naar buiten komt. En dan kan je niet met kokend stoom. Dus eigenlijk zie je nu al gebeuren, ook het, met name het dédain ook van de onderen in deze discussie. Maar jongens, wacht eens even. Wij doen dat gewoon. Iedereen heeft ervoor getekend in de fracties. Doen we gewoon. Oké, maar dat dan even. Want de positie van D66 is in deze ook wel interessant. Want ze zijn natuurlijk in een coalitie gestapt. Ze waren tegen de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten. Ja. Ze hebben een soort toezegging gekregen dat die eerder geëvalueerd zal worden, die wet. Maar nu zijn ze aan boord en nu moeten ze eigenlijk campagne voeren voor. En ze verschuilen zich daarbij achter een zinnetje in het regeerakkoord dat niet alles gesleept zal worden. En het is notabene Kees Verhoeven die fel tegen de sleepwet gedebatteerd heeft en ook consequent sleepwet noemde. Ja. Die nu zegt, we noemen het geen sleepwet meer, want dat is niet, dat is helemaal geen sleepwet. Ja. Want in het regeerakkoord staat ergens in een bijzin dat het geen sleepwet meer is. Dat het dat niet is. Dus. Ja. Ja. En daarmee suggereert hij dat zo'n regeerakkoord min of meer bindende wet is. Terwijl als morgen die coalitie valt, is het regeerakkoord ook foetsie. Maar is het waar wat Teun zegt, zeg maar, dat het vertrouwen in de politiek vanwege onder andere dit oligarchisch of particratische systeem en de manier waarop het functioneerde, dat partijen omwille van een coalitieakkoord helemaal van mening switchen, dat het vertrouwen dermate in de politiek ondermijnt, dat daarmee ook het vertrouwen in zo'n ingrijpende wet als een wet op de veiligheidsdiensten voor mij correleert dat niet één op één, maar heeft het nog veel meer te maken met als je ziet hoeveel er gesleept mag worden, en hoe snel dat dus gerechtvaardigd is, dat je van zomaar iedereen alles op een berg ergens opslaat. Het gaat me eigenlijk niet eens alleen om de coalitie die er nu zit. Het gaat me ook over de coalitie die we nu nog niet kennen en misschien in aanbouw is. Je kunt niet in de toekomst kijken. En ik denk dat we sowieso de afgelopen tijd rondom het thema privacy met z'n allen niet de meest wakkere burgers zijn. Zeg maar, als we ons net zo druk zouden maken over privacy als over genderneutraal pissen, dan zou ik ongeveer wel kunnen inschatten wie er gaat winnen in het referendum. Namelijk het kamp tegen. Het is ook heel erg natuurlijk niet alleen wie er nu regeert en wie er gaat regeren. Want ik snap wel dat enerzijds vrezen mensen een ik noem maar wat, een vorm voor democratie, PVV-regering. En wat dat voor gevolgen voor sleep heeft. Precies.
Maar het is ook hoe de overheid in het verleden met ICT is omgegaan. Hoe ze wel of niet wisten hoe dat werkte. Het gaat over datalekken. Het gaat over waar die data nog meer op kan duiken. Met wie die wordt uitgewisseld. Wat er dan mee gebeurt. Er gebeurt veel meer met die data dan de AIVD harkt het in een sleepwet wat ergens in Zoetermeer in hun hoofdkantoor staat. Het gaat over persoonlijke informatie die ineens niet meer in jouw persoonlijke bezit is, maar ook in die van de overheid. Ja. Maar dan hadden we hier Wim Voermans en Arend-Jan Boekestein te gast 2 weken geleden. En toch even, want jullie zijn duidelijk allemaal tegen. Maar toch even dat zij het wel enorm relativeerden. Omdat ze zeiden van kijk nou even hoeveel data van jou al in de private bij private marktpartijen bekend is. Is dat dan niet heel erg... Significant verschil om je vingerafdruk aan Apple te geven om je telefoon te ontgrendelen dan wanneer je overheid hem heeft. Want Apple die kan hem hooguit commercieel gebruiken. En de overheid kan jou ook opsluiten. Apple heeft geen wetten waarmee ze jou iets aan kunnen doen. Of waarmee ze jou... Dat is een essentieel verschil. Dat is een essentieel verschil, ja. Okay. Maar is dat... Want Meerte, vind jij dat ook een... Ik bedoel, het is een essentieel verschil. Maar zie je dat ook als een doorslaggevend verschil? Want het is natuurlijk... Want als jij het zegt dat we eigenlijk heel naïef zijn over hoe we met onze privacy omgaan. Dan kun je ook heel erg kritisch kijken naar hoeveel data wij geven aan commerciële partijen. Ja, maar dat is... Ja, dat zeg ik dus gewoon maar als onkundig mens. Hè. Dat is ook iets wat mij frustreert. Want ik vind dat we daarin al veel te veel stappen met elkaar hebben gezet. Ja. Maar tegelijkertijd is dat, als je dat zegt, kijk ik eigenlijk als vanzelf ook in de spiegel en zie ik mezelf hier nu zitten. Want als ik gevraagd word om iets te accorderen waar ik op oké moet drukken om ergens binnen te komen, dan heb ik niet de tijd om gewoon de hele nacht op te blijven om de 16 A4 te lezen die daar op me liggen te wachten. Dus ik druk op oké. En ik hoorde laatst Michael McIntyre, dat is zo'n comedian die op de BBC veel komt. En die zei, ik hou er eigenlijk nog altijd rekening mee dat over bijvoorbeeld 10 jaar iemand aan mijn deur staat, aanbelt. Ik doe open en die zegt, ja, dit huis is van mij. Oh, omdat hij dat per ongeluk heeft geaccordeerd in een van die 100 miljoen contracten waar je gewoon ja tegen zegt. 16 staat ja, precies. Maar daar heb je 10 jaar geleden bij Apple ja op gezegd. Dus we komen hier wonen. Ja. Ah, dat kan bij mij ook gebeuren, want ik geef heel veel prijs. Dat is zo, maar ik vind dat niet een reden om... doordacht. Hè? Een wetgevend traject is heel... Daar neem je 100 stappen bewust met z'n allen. Om dan te zeggen, nou ja, omdat we het hier in de commerciële context... Mag ik op dat vlak een tip geven? Als je geen zin hebt om zelf 30 pagina's gebruikersvoorwaarden door te lezen, want wie heeft dat, moet je er even op googlen. Gewoon als je ergens... Een samenvatting. Nou ja, dan, als er iets mis mee is, dan staat het heel snel boven. Dan is er wel, er was wel ooit, iemand die jaren, het ooit in de jaren 90 al, hadden we in de jaren 90 hadden we MSN Messenger van Hotmail, van Microsoft dus. En daar stond in de gebruiksvoorwaarden, heeft er ooit ingestaan, dat als jij bijvoorbeeld een wiskundige formule oplost en je doet dat op MSN met iemand waar je mee overlegt, dat dan die oplossing van Microsoft is. En daar kwam toen enige ophef over, hebben ze dat moeten verwijderen. Maar er is altijd wel iemand die ze wel leest, is mijn punt. Maar verder eens dat niemand natuurlijk die dingen aanklikt en allemaal leest en je dus nogal makkelijk veel weggeeft. Okay, maar wel even tegenwerpen. Het is toch tegelijkertijd wel volstrekt begrijpelijk dat de overheid, als je ziet dat die marktpartijen zo ongelooflijk veel digitale data al aan het opslaan zijn, dat die overheid met een verouderde wet zit en zegt van we moeten ook iets met die digitale kanalen. We moeten daar op een bepaalde manier toegang toe hebben. Het is toch heel erg logisch dat dat geregeld wordt? Of vergis ik mij? Teun? Nou ja, ten eerste is een heel groot deel al geregeld. Dus er zijn voorwaarden die gelden dat overheid op bepaalde voorwaarden mogen zijn mijn privacy schenden. Dus door mijn huis binnen te komen en als daar een rechtelijk bevel enzovoort is. Dus volgens mij zijn er al heel veel tools voor de overheid om, als ze echt iets hebben te onderzoeken bij iemand, om dat gewoon te doen. Er vallen mij 2 dingen op. Aan de voorkant wordt steeds de suggestie gewekt dat het dan de terreurbestrijding en zo, maar dat is op geen enkele manier ook aangetoond. Dat vind ik heel interessant. Wat bedoel je daarmee? Weten wij niet. Ja, ze zeggen dat ze de successen nooit kunnen vertellen. Nee, dat kunnen ze nooit vertellen. En iedere keer als er iets gebeurt, dan blijkt hij al maanden in het vizier van de diensten te zijn enzovoort. Dus er is nooit hard gemaakt van als we dit doen, kijk, dan kunnen we ineens bla bla bla. En de andere die mij helemaal niet bevalt, en waar ik ook te weinig over hoor, is dat die data kunnen worden uitgewisseld met andere landen, andere regimes. Ook regimes met heel dubieuze human rights situations. Hè. Dus ik geloof Turkije. Dat die data met Turkije kunnen worden uitgewisseld. Nou, dan ben je ze dus kwijt, dan weet je ook niet meer wat er gebeurt. En mijn idee is altijd dat volgens mij zitten de Amerikanen hier gewoon achter. Die Amerikanen, die NSA, die willen gewoon die data hebben. Dus die bellen dan met Mark en Mark...
Die zei die zegt gewoon, ja. Krijg even een simpel inzicht in hoe het gaat. Nee, maar ik zoek naar waarom deze regering nou zo als een obsessieve machine dit erheen loopt. Als je een obsessieve machine... Ik bedoel, ik ga het toch een beetje tegenhangen, dat merken jullie. Want ik weet echt nog niet of ik voor of tegen ga stemmen. Ik weet niet hoe het is in de zaal trouwens. Wie weet al echt dat hij tegen gaat stemmen? En wie weet of die echt al voor gaat stemmen? Potverdikkie, dan moeten we het publiek ook nog even managen de volgende keer. Wie twijfelt nog? Ik denk dat sowieso inherent is aan het onderwerp dat degenen die tegen zijn of die kritisch zijn, die hebben hier meer interesse in dan degenen die voor zijn. Want die wachten op het referendum en die zeggen en die denken van, het wordt toch aan de kant geschoven en dan lopen zitten. Die meneer weet het ook nog niet volgens mij daar. Oh, die meneer? Nee, die weet het ook nog niet. Nee. Oh, die kwam hier voor zijn rust. Heerlijk, heerlijk. Slaafgoed. Dat heet, dus straalt een groot vertrouwen uit, hè, trouwens. Als iemand slaapt gedurende bezigheid, dan is dat... Dat geeft hij heel veel vertrouwen. Ik wil toch een pleidooi houden voor... Maar, dan moet ik even dat draadje weer terugpakken. Weet ik even niet meer. Jij wil een pleidooi houden voor, toch? Maar op een specifiek punt. Ik heb al geadresseerd dat de Marktpartij al veel weten, dus dat hoef ik niet meer te doen. Het komt straks alweer. Nu moet ik er wel mee komen natuurlijk, want anders kunnen we niet verder, hè? Waar was ik gebleven? Help me even. Voordat ik naar jullie vroeg. Ik twijfel nog. Je vroeg of er een reden was waarom ze alles willen hebben. Of dat er een goede reden voor zou kunnen zijn. Nee, obsessief. Ik zei obsessief. Ja. En ze zei, ja, maar obsessief. Sorry. Ja, hoe obsessief is het als ze zeggen van we willen gewoon beter toegang hebben. Kijk, wat ik ervan begrepen heb is dat ze gaan veel data verzamelen. Daar doen ze helemaal niks mee. Totdat er op een gegeven moment een lead is ergens naar een persoon. En dan kunnen ze tot 3 jaar lang terugzoeken wat die persoon in zijn omgeving gedaan heeft. Ja, en dan kun je dus met terugwerkende kracht ineens allemaal dingen aan elkaar lijmen, daar rode vlaggetjes bij zetten. En als jij dan een keer kunstmes gekocht hebt... Ja. En 2 jaar later iets waar je dat mee kan mengen om het tot ontploffing te brengen, dan ben je ineens met terugwerken. Ik kan een praktisch voorbeeld bij noemen, waarvan ik nooit gedacht had dat ik in die situatie terecht zou komen. Ik denk een jaar of 3 geleden was ik gevraagd een debat te modereren in, ik meen dat Hengelo was. Dat was een debat over bewustwording, racisme, met allerlei deelnemers uit de stad Hengelo, van de openbare biep tot vrouwen, weet ik het. En een van de jongens die zou spreken, een begrip in Hengelo, werd in de week voor het debat opgepakt op school. Zo, boem, arrestatieteam, wegens verdenking, radicalisering. Op grond van iets wat hij op zijn Facebookpagina had gezet. En daarover word ik gebeld van een van de geprogrammeerde gasten voor deze week. Toen werd me ook nog heel ernstig voorgeschoten. Verdenking, voorbereiding, terroristische handeling. Dacht, holy crap. Ja. Uiteindelijk heb ik ook met die jongen gebeld toen hij eenmaal weer op vrije voeten was. En die zei, ik weet met de beste wil van de wereld niet waar het over gaat. Is uiteindelijk ook allemaal goed gekomen? Dat bleek echt een misverstand. Maar stel je nou voor, we hadden dan de sleepwet. Want ik moest er vanmiddag aan denken aan dit. Omdat ik mezelf toen een beetje oncomfortabel voelde bij de situatie. Omdat ik dacht, telefoons worden afgeluisterd. Ik ben nu met deze jongen aan bellen. Weet je, waar word ik ingezogen? Per ongeluk, gewoon door toeval. Je hebt contact met hem gehad. En dat zijn de rode vlaggetjes van Bart. Stel je voor, er was hier wel echt een red flag. En ze hadden van 3 jaar alles rondom die jongen gemonitord. Dan was ik van een van de contacten waarmee die intensief belde in die ene week. Ja. Ja, ik weet niet. Ik vind het toch... En als je eenmaal één ding op ziet duiken wat je verdacht vindt, en je gaat ernaar, je denkt dat je iets hebt en je gaat dan terugzoeken in oudere data, dan kun je al heel snel vanuit een conclusie terugwerken van nou, hij is verdacht om deze reden. En dan ga je daar dingen bij zoeken van dit is raar, dat is raar, hij heeft een keer een jihadwebsite bezocht. Als ik een keer iets op een stationsplein onwel zou worden en een paar mensen omver zou rijden zonder enige bijbedoeling. En mensen gaan in mijn internetgeschiedenis kijken omdat het in een sleepwet zit. Ja, dan kom je al die ISIS-propaganda tegen. Want die heb ik voor mijn werk allemaal zitten kijken. Mm-hmm. Voor mijn werk, niet voor mijn lol, zeg ik daar heel en dan ga je, en dan ga je. Maar dan ineens denk ze, wacht even, hij reed op mensen omver op een station. Hij was altijd al geïnteresseerd in die propaganda. Hier is 1 en 1 is 2. We houden hem even wat langer vast. Ja. Zo kan het ook werken. Ja. En dan wordt in dit extreme geval zoiets waarschijnlijk vrij snel opgehelderd. Maar het is wel hoe het kan werken. Terugwerken vanuit de conclusie wordt ineens heel makkelijk. Maar Teun zei het in een bijzin, terwijl ik dat in de video, in de
in het item dat Arjen Lubach rondom het verzamelen nog van handtekeningen voor dit referendum maakt, vond ik dat een heel relevant argument. Hè? Dat hij zegt van bijna alle daders van recente aanslagen op Europese bodem leren we eigenlijk binnen 48 uur meestal, was al in het vizier van de inlichtingendiensten. Wat natuurlijk, als je er gewoon als nuchtere boer naar kijkt, vooral de vraag oproept, zijn er dan niet nu al meer data dan er mensen zijn om ze deskundig te analyseren? Moet je die berg dan nog veel hoger maken of moet je misschien in meer mankracht investeren? Dus specifiek? Dat je, ja, precies. Gerichter, en wat ik heel Nederlands verwarrend vind, is eigenlijk ook het meningsverschil tussen terrorisme-experts. Dus iemand als Beatrice de Graaf horen we eigenlijk vooral oreren over de wijkaanpak. Dus dat we heel erg in de haarvaten van wijken proberen in de keten van jeugdzorg, politie, justitie, werk, reclassering, eigenlijk heel concreet zicht te krijgen op allicht de voordeur waarachter zich een radicaliseringsproces voltrekt. En dan wordt er echt steeds gezegd, de reden dat in Nederland, ondanks die toegenomen terroristische activiteit, nog steeds relatief goed gaat, is hierdoor. En dan zijn er andere deskundigen die nu zeggen, nee, we hebben de sleepwet nodig, want anders. Dus ik, en eerlijk gezegd, vind ik op dit moment de bewijslast bij die eerste partij liggen. Omdat het, ja, het verhaal van Beatrice lijkt me ook houtsnijden. Nee, maar even wat Teun zegt. Teun zegt, het zijn er eigenlijk de Amerikanen. Hij denkt dat de Amerikanen bellen Mark en die vraagt, Mark regel het even. Zijn jullie het daarmee eens? Denk je dat inderdaad dat het de Amerikanen zijn die erachter zitten? Er zit wel een druk op vanuit internationale context, denk ik. Ja. Maar dit is onmogelijk om te weten in welk opzicht. Okay. Nou, je kan hem omdraaien. Stel, jij bent NSA. Dus NSA is de National Security. Dus wat jij doet, jij vergaart gewoon zo veel mogelijk data. Dus die kunnen, ze kunnen ook transatlantische kabels kunnen ze ook aftappen enzovoort. En dan zit je in de NAVO. Maar je hebt ergens een zwarte vlek in je informatie. En, daar ligt Nederland. Ja. Wat doe je, wat wil jij dan? Okay. Jij wil die data. Klinkt logisch. Ik zou, als ik NSA was, dan zou ik zeggen: de Holland moeten we ook hebben. Heel belangrijk land met doorvoer. Holland moeten we hebben. Ja. Ik zou het doen. Dus ja, dan bel je. En dan is de vraag. Maar want nogmaals, ik vind het toch interessant om die analyse te doen. Want ik vind de hele aanpak rond die WIF vind ik raar. Ik vind dat er een raar soort, ik noemde het woord obsessie, want er zit van gevoeligheid in. Er zit een soort van smokescreen dingen in. Een beetje, het is een wat licht. Dan ga je misschien weer een beetje richting de groeiend wantrouwen tussen zowel bestuur en van bestuur naar burger als van burger naar bestuur. Dat mensen steeds meer van elkaar zien en er steeds minder grip op hebben. Mm-hmm. Politici die op internet zitten, burgers die op internet zitten, elkaar daar tegenkomen, elkaar daar steeds clashen met elkaar. Burgers die zich kritisch opstellen over de EU, over migratie, over islam in Europa. Allemaal grote onderwerpen, groeiende onderwerpen ook, die nog steeds niet goed en in ieder geval niet op een echt diep niveau worden besproken in het publieke debat, laat staan in de politiek. En dat er een soort van wederzijds wantrouwen daaruit groeit, waarbij die overheid denkt van ja, wij willen wel van iedereen op voorhand weten, een soort minority report-achtige situatie. Waar gaan ze het over hebben? Waar denken ze over? Hoe ondervangen we dat? Anonieme mensen op Twitter die de naaste dingen kunnen roepen omdat ze anoniem zijn, moeten we misschien toch weten wie daarachter zit. Dan kun je misschien kijken of ze wel of niet daadwerkelijk een risico vormen. En dan link je het ook al bijna aan nepnieuws en zeg maar trollen. Dat is bijna dezelfde discussie, want ook daar horen we minister Ollengren roepen dat het bestreden moet worden, zonder dat ze ook nog maar één keer een hele heldere definitie heeft kunnen geven wat het nou precies is en waarom het daarom bestreden zou moeten worden. Mag ik een voorbeeld noemen? Wou ik even aan Mirte nog iets vragen over. Nee, maar niet. We gingen naar Uruzgan en dat was een brede maatschappelijke discussie. In de tijd, of we dat nou moesten doen, moesten we onze jongens uitzenden. En het verhaal was dat we daar scholen gingen bouwen en meisjes gingen redden. Daarom gingen we erheen. Ja. Toen bleek later dat de Amerikanen onze plek bij de G20 beloofd hadden als wij gingen. Aha, zo gaat het dus. Ja, natuurlijk. Troepen, mogen jullie aanschuiven. Dus toen had ik met Joris Luijendijk, zaten wij in gesprek met Hans Laroes. En toen zeiden we, Hans Laroes, toen nog over de NOS. Beste Hans, of jij wist het niet. We hebben maanden gepraat over hoe ze kan uitzenden en zijn meisjes redden en zo. Maar dit lag op tafel en je wist het niet. Of je wist het wel. Als je het niet wist, is het heel kwalijk, als je het wel wist. Dus mijn stelling is, dat is een voorbeeld wat voor mij heel pregnant was. Er zitten elementen achter dit soort besluitvorming die wij niet weten. Die ook bij ons worden weggehouden.
En waarom ik het relevant vind, is A, omdat ik graag van onze politie wil weten wat de totale set van overweging is. Hè. Ik geloof dat de Balkenende was, die had gewoon kunnen zeggen, nou jongens, ja, we gaan, want dan mogen we ook aanschuiven bij de G20. Mm-hmm. Fijn, maar ik wil geïnformeerd worden door mijn politici. Ja, artikel 68, ze hebben informatieplicht daarover. Die informatieplicht hebben ze, en dat is toen al misgegaan. Ik denk dat er hier dus ook dingen gebeuren. En ik wil niet dat, want de discussie is nu dat mijn data ter beschikking komen van mijn overheid. Mm-hmm. Oké. Ik wil weten of mijn data ook bij andere overheden ter beschikking komen. Ja, het kunnen ook uitgewisseld worden. Nee, als het op instigatie van de Amerikanen is. Hè, okay, ik werk voor Radio Zamanen, dat is een Iraanse zender. Dat betekent dat ik echt op een X moment met mijn kop tegen een van. Hè, dan zit ik ineens in een hokje als ik met vakantie ga. Maar dan hebben we het heel erg ook over de controle van de processen die dan gaan plaatsvinden. Ja. En daar is nu de CIF, heet dat geloof ik. Hè? Dat is een CT. TIB. CTIB. Ja, dus die gaan toezicht houden op. Ja, maar die moeten ook goedkeuring geven voor verder onderzoek als er iemand in het vizier is. Daar is wel veel kritiek op. Sowieso op de wet natuurlijk, maar ook op die toezicht is veel kritiek. Ja, maar die toezichtcommissie is weer uit eigen gelederen opgericht. Ja. Dat is weer niet. Ja, twee rechters en één expert. Hè, die een inlichting-expert, zou ik maar zeggen. Die schijnt dan weer. Een zeer sterke pro-expert. Hè? Die al jarenlang. Ja, nee. En die Fox. Ze zullen niet bij Bits of Freedom of bij de Piratenpartij binnenlopen en zeggen: leveren jullie eens iemand voor deze commissie? Maar zou dat moeten? Zou je dan geruster zijn? Tuurlijk, zou je dan geruster zijn dat als die commissie groter is dan drie mensen? Als zo iemand voor zo'n wet pleit, dan heb ik toch, als iemand van Bits of Freedom voor die wet gaat pleiten, dan heb ik daar meer vertrouwen in dan wanneer het iemand doet die uit hun eigen gelederen komt. Ja. Weet, heb jij daar toevallig met Astrid Ozenbrug over gehad vanmiddag? Want zij is natuurlijk een expert op dit terrein. Mm-hmm. Heeft zij nog iets gezegd over die controle op de toepassing van de wet? Dat ze die gebrek georganiseerd vindt. Ja, ja. En dat degene die nu benoemd is inderdaad bekend staat om het feit dat hij voorstander van de wet was. Ja, ja, ja. Dus dat... dan weet je al het niveau van de toezicht al. Die prins heeft ook bij de AIVD gewerkt. Maar het is ook heel logisch dat je daarmee... Dus het is bijna raar dat we dat moeten benoemen. Dat je daarmee het gevoel op zijn minst opwekt van de slager die zijn eigen vlees weer mag gaan keuren. En dan op iets waarvan je weet dat het geeft de regering fundamenteel omstreden is. Ik begrijp dus letterlijk niet wie dat dan een goed idee lijkt. Want ik ben het heel erg met Bart eens, dat kan dus. Dat je dan toch veel beter alweer mensen daar neer kunt zetten waarvan wij denken, die kijken echt kritisch. Want dat hebben ze in het hele voortraject laten blijken. Dat dienst, is zo evident. Zo'n toezichtdienst is altijd een soort van stoplap voor een coalitie om te kunnen zeggen, ja maar we hebben een dienst die dat controleert. Hè. Dat zeggen wij niet, dat wordt daar in de gaten gehouden. En ook voor de dienst om te kunnen zeggen, ja, wij doen wat er in de wet staat en we hebben een dienst die daar toezicht op houdt. Dus u kunt er gerust op zijn dat we dat allemaal netjes doen. Ja, ik zou daar pas gerust op zijn als zo'n toezichthouder inderdaad gevuld wordt door critici. Okay. En niet door ja-knikkers. Wat ik een beetje proef is een soort gestapeld wantrouwen eigenlijk. Hè? Dus het bestaan van zo'n commissie zorgt ervoor dat fundamentele discussies over het nut en de functie van zo'n wet uit de weg worden gegaan. Want er wordt iedere keer als je kritiek hebt, wordt er gezegd, ja, geen zorgen met die kritiek, er is een toezichtcommissie. Ja. Nee, maar dat weet ik. Maar wat ik bedoel te zeggen is, een gestapelde wantrouwen is, er is een wantrouwen tegenover de politiek. Hè, de oligarchiserende werking, de particratie. Er is een wantrouwen tegen de machtsconcentratie zeg maar, bij de bestuurders in ons land. Hè, bij Mark en zo. en dan is er ook nog eens wantrouwen naar het internationale, van waarom ze bepaalde dingen willen weten. En dan is er ook nog wantrouwen naar het controlemechanisme. Maar ik ben Kamerlid geweest voor de Partij van de Arbeid. En ik weet nog, tenminste in de tijd dat ik in die Kamer zat, zaten we in de oppositie. Dus hadden we altijd enorme goede discussies in die fractie. En we konden echt enorm goed clashen met elkaar. Maar ik weet ook, want wat je nu zegt over Uruzgan en zo, hè, toen zat ik dus in de Kamer. Dat verloopt wel wat genuanceerder hoor. Dan alleen maar, we krijgen G20 plekje en dus gaan we mee. Dus dat wil ik even tegenhangen een beetje, tegen dat gestapelde wantrouwen, zou ik zeggen. Oké, als je dan een argument wil... Nee, waar ik benieuwd naar ben, je refereert zelf aan de eerste bijeenkomst hier, waar de argumenten voor centraal stonden. Nou ja, redelijk, maar ze brachten wel duidelijk nuance aan. Ja. Ik heb het debat destijds gevoerd en ben de afgelopen dagen eigenlijk weer opnieuw gaan zitten lezen. En wat ik, en dat is misschien wat Teun bedoelt met die rookgordijnen, wat me zo frappeert is dat ik de argumenten voor eigenlijk heel dun vind. Hè, dus bijvoorbeeld de logica
Corporates verzamelen ook al onze data. Vind ik geen politiek argument om dat voorbeeld te volgen. Ja. Dat slaat als een tang op een varken. Dan kunnen we ook een bonus voor de premier. We moeten de wet moderniseren. We moeten het regelen in de wet dat we meer digitaal info kunnen aftappen. Want ja. Dat kunnen we wel al met de telefoon. Dat kunnen we met de post. Dat is allemaal wettelijk geregeld. Maar niet op het digitale. En we leven nu wel in 2018. Dat is een hele terechte. Dat is misschien ook wel het sterkste argument voor. Ja. Dat je in zo'n wet... Moeten je veiligheidsdiensten je land veilig kunnen houden. Daar zijn ze voor. En natuurlijk moeten die behept zijn met de middelen om in een moderne 21e eeuwse digitale samenleving dat werk te kunnen doen. En niet alle kritiek is vanuit wantrouwen gebaseerd. Er zit ook een soort rechtsstatelijk principe onder. Alle data van alle mensen in een sleepnet gooien, dat is al een eerste stap naar een verdenking, zonder dat het een redelijke verdenking is. Het is, je mag er best van uitgaan, denk ik, nog steeds in Nederland, dat onze overheid de beste bedoelingen heeft. Niemand wil hier een aanslag, iedereen wil het land veilig houden. Alleen het wordt moeilijk te geloven als er steeds politieke drogredenen worden opgevoerd om zoiets te doen. Okay. En als serieuze argumenten als, wat ga je doen als je alle data van alle Nederlanders hebt en je moet daar iets specifieks uit hebben, wie gaan dat dan doen? Je hebt geloof ik al 10 of 15 rechercheurs nodig om één terreurverdachte of radicaliseringsverdachte in de gaten te houden. Hoe ga je dan van alle Nederlanders al die informatie oogsten? Toen MH17 neerkwam, moest de Nederlandse regering iemand uit zijn pensioen terughalen die het gebied kende. Omdat dat allemaal was wegbezuinigd en er alleen in Rusland nog iemand zat die ook Georgië, Oekraïne en nog een land erbij moest doen. Alsof dat allemaal ook in één hokje even... in één vangnetje meegepakt kan worden. Dus even om jou te onderbreken. Op die bank zat de vorige keer een meneer die van de MIVD was, gepensioneerd. En die zei van wat wij allemaal niet inschatten. Is enorm bezuinigd op de veiligheidsdiensten. Vervolgens is er eigenlijk een soort sprake of een soort overcompensatie nu. Zowel in die wetgeving als opeens ook van we hebben veel meer mensen nodig. Want we moeten al die data op een bepaalde manier kunnen behandelen. Je kan ook bepaalde digitale vrijheden geven aan die diensten om hun werk te doen. Als je vervolgens de voorwaarden geeft van pas als je een verdenking hebt. Als je bent gericht onderzoek door een speciaal team ontdekt van er zit hier een netwerk, hier zit een spil, hier gebeurt iets. En we gaan dan dat netwerk daaromheen afpellen. Net zover tot we doorhebben welke kant het lijntje oploopt. We gaan dit afpellen en dan blijkt dat het lijntje die kant op gaat. Gaan we dat volgen, laten we de rest weer liggen. Okay. En zo zul je uiteraard ook gaan rommelen in de persoonlijke gegevens van mensen die niks gedaan hebben. Maar dan doe je dat gericht en met een reasonable doubt. Ja. Redelijke verdenking. En dan ga je daarop verder borduren. En ik denk dat je pakkans of je preventiekans groter wordt als je het op die manier doet, dan wanneer je alle data bij elkaar verflikkert in de hoop dat de goede ertussen zit. Ja. Of in de veronderstelling dat de goede ertussen zit. Ik wou zo even kijken in de zaal of er mensen zijn die iets willen zeggen. Want het zijn er een flink aantal. Begin ik lekker achterin en dan loop ik zo naar voren. Wil je nog iets op aanvullen hier? Even de reactie op dat gestapelde wantrouwen. Een principieel ding. Ik geloof dat de burger is vrij autonoom en in beginsel zelfredzaam, is mijn theorie altijd. Dus ik ben een vrije burger. Dat betekent dat mijn gegevens van mij zijn. Dus ik vind het al heel dubieus dat mijn gegevens aan de Amerikaanse diensten worden geleverd als ik naar Amerika vlieg. Hè? Gewoon al mijn creditcarddata, maak ik alles gewoon. Oh ja, dat is helemaal niet van jou. Dat is van mij. Nee. Dus principieel gaan we hier een bepaalde lijn over. Dat mijn relatie met de overheid is nu dat zij dienstbaar heeft te zijn aan mij als vrije burger. En ineens door deze draait dat om. En zijn mijn data en mijn gedrag kennelijk. Mag ik een beetje gemeen parallel, maar dit is een soort donorwet zeker. Ja. Een glijdende schaal. Het is een heel want als je data ineens al niet meer alleen van jou is en een soort, zeker met het argument van ja, maar je pleurt zelf ook altijd alles op Facebook, dan is de volgende stap dus dat je organen ook een soort van actief geregistreerd kunnen worden voor donorschap, terwijl ik dat ook principieel onjuist vind. Want je gaat daar als vrije autonome burger zelf over. En je hebt dus ook als vrije burger het recht om niet te hoeven nadenken over zoiets. Als je daar geen zin in hebt, nou dan niet. Jammer voor die mensen die een donororgaan nodig hebben of kunnen gebruiken. Maar ja, dus je kan niet alles in de verhouding tussen de staat en het individu. Ja. En daar waar de grondwet gericht is. Ze worden te gretig in wat ze zich toedenken te kunnen eigenen. Oké, ik ga even... Ja, maar dan ga ik naar u. Oké. Wie ben je? Ik hou de microfoon vast. Michiel Hemminga van de organisatie Citizen Go. Ik zou eigenlijk willen vragen, denken jullie dat het nog mogelijk is om nog op de valreep een laatste referendum op te zetten over die donorwet? Dat zou proberen, maar er staat iets over het hangt vanaf wat Twitter over de tweede termijn zegt. Er zijn twee voorwaarden voor nodig.
Ik heb het niet gevolgd, maar ja. Het eerste is dat die donorwet is nu door het Senaat aangenomen, maar nog niet getekend door het kabinet. Daar wachten ze uiteraard nog even mee. Op het moment dat ze dat doen, komt het in het Staatsblad, dan is die referendabel. Ik denk dat ze wachten om te zien wat er met die wetraadgevend referendum gebeurt. Als ze die weg weten te stemmen, dan laten ze die tekening even zitten van die donorwet. En dan gebeurt het dus niet meer. Mocht de wetraadgevend referendum, de intrekking daarvan, toch referendabel worden, dan heb je dus die 4 weken inleidend verzoek, 2 weken bedenktijd voor de kiesraad, 6 weken voor die 300.000. Als die donorwet in 2020 in moet gaan, dan zullen ze die op een bepaald moment wel moeten gaan tekenen. Als de WRR referendabel wordt, dan de donorwet ook. Maar ik denk dat de kans daarop acht ik 15% of kleiner. Ja, zelfs dan kun je nog verwachten dat ze nog steeds wachten met het tekenen van de donorwet. Ik weet niet hoe lang ze daarmee mogen wachten. Ja, dat is wel een goeie eigenlijk. Terug naar de WIF. Niet onbeperkt. Terug naar de WIF. Ernst Abbing, dames en heren, terug naar de WIF. Mevrouw. Ga maar even staan en zeg even wie u bent. Dat is ook voor de kijkers thuis, hè? Ik hou vast, hoor. Wordt het op tv uitgezonden? Op tv, live. Nee hoor, gewoon op internet, livestream. Oké, ik ben Hayat Sandberg en laat ik het zo zeggen, ik ben een bezorgde burger over deze wet die in feite er doorheen is gedrukt. De referendumwet die wordt nu ook binnenkort waarschijnlijk afgeschaft. Er gaan geluiden. Donner was tot voor kort vicepresident. Heeft afscheid nog steeds genomen. Maar hij heeft officieel afscheid genomen? Nog niet? Ik dacht dat hij minister van Staat was geworden. Dat wordt hij binnenkort wel geworden. Ik weet dat hij de brein is achter deze wet, WIF-wet. Hij is ook de spindokter van de regering, minderheidskabinet met gedoogsteun van PVV. Ik denk dat deze wet inderdaad ergens in een achterkamer is bedacht om inderdaad ook buitenlandse inlichtingendiensten te voorzien van informatie. Ik denk dat de VS daar de belangrijkste actor in is geweest. Ik zie de nut en noodzaak niet van deze wet, want ik denk dat op dit moment er meer dan voldoende tools zijn om burgers af te luisteren, te tappen, te volgen, tot stalking aan toe. Ik weet dat ik zelf ben afgeluisterd toen ik als advocaat werkte, zonder dat ze daarbij verlof hadden van de rechtercommissaris. Ik vind dat allemaal zeer kwalijke zaken voor een land dat zo prat gaat, dat ze heel democratisch zijn en ook een rechtsstaat zijn. Volgens de regels meteen de vinger ook naar het buitenland, Halbe Zijlstra, Rusland, waar het allemaal zo verkeerd gaat en het blijkt allemaal een leugen te zijn. Waar ik heel erg bang voor ben en wat ik eigenlijk ook wel voorzie, is dat met name burgers met een migratieachtergrond als eerste slachtoffer zullen zijn van deze wet. Ik weet dat Donner, ik dacht in 2007, uitspraken deed van joh, als 2/3 van Nederland wil dat de sharia-wet ingevoerd gaat worden, dan gaat dat gebeuren. Dan vraag ik me af, waarom doet hij was minister, hè, destijds, ja, een minister een dergelijke uitspraak. Meteen had hij de VVV, de PVV van Wilders ook daarmee, ja. Dus daar wordt een bepaalde stelling geponeerd. En daar worden ook stellingen ingenomen om in mijn optiek bepaalde gevoelens ook los te maken in de samenleving. Bevolkingen ook, of verschillende groepen tegenover elkaar te zetten die in feite zonder deze uitspraken en zonder die ophitsing misschien ook niet tegenover elkaar hoeven te staan. En nu heb je deze wet die er doorheen is gedrukt. De referendumwet wordt afgeschaft. Want de ik zie het duidelijk in het verband. A, trekt u een lijn naar Donner. En ten tweede, een van de spindokters van deze wet. Ik weet dat hij op de achtergrond ook veel invloed heeft gehad op de totstandkoming van deze wet. Ik heb eigenlijk tot voor kort ook geen enkele maatschappelijke discussie gezien op de Nederlandse televisie. Of het nou bij Paul was of bij De Wereld Draait Door. Er is helemaal geen aandacht gegeven aan deze wet. Dat is nu wel een beetje als ik daarop in mag haken, dat is... Ja, maar dit wil ik wel vragen om af te rollen. Interessant, dat maakt een referendum des te interessanter. Want dan zie je dat zo'n onderwerp toch ineens in het publieke debat terechtkomt. Waar het inderdaad daarvoor alleen op de radar stond van wat kleine clubjes zoals Bits of Freedom, Piratenpartij, en door degene die hem erdoor wilden hebben, die daar niet al te veel ruchtbaarheid aan gegeven hebben. Maar even heel kort. Op het moment dat die referendum er aankomt, geven ze aan van ja, wat de uitkomst ook is. Ja. Wij gaan ons niet houden aan de uitkomst van die referendum, want de wet wordt gewoon doorgevoerd. Ja. Dus een middelvinger naar de burgers van dit land. Dat is een goede samenvatting.
Ja, en ik voorzie grote problemen. Okay. Dank u wel. De heer Gietelink. Ik weet niet wie de heer Gietelink kent, ik wel. Dit is Ab Gietelink, filosoof, theatermaker. Ja, ik denk dat met name de buitenlandse dimensie, die wel even genoemd is, het grootste probleem is. Het is volgens mij helemaal geen twijfel dat de AIVD alle informatie zal gaan delen met de NSC. Volgens Edward Snowden weten we wat dan gebeurt. De NSC dringt overal binnen, heeft geen enkele belemmering. Dat is aangetoond, dat is allemaal bewezen. En het is ook bewezen dat de NSC de informatie deelt met haar partners. Dat is inclusief de Mossad. Dat betekent dat iedereen die kritiek heeft gehad op de staat Israël een probleem heeft. Dat is inclusief met de Turkse geheime diensten, want die zitten in de NATO. Dat is inclusief met de Oekraïnse geheime diensten. Dat betekent dat iedereen die daar kritiek op heeft gehad of in dat debat zit een probleem heeft. Ik denk overigens wel dat het met name gaat over mensen die onderzoeksjournalistiek doen of met name die activist zijn. En je kunt natuurlijk zeggen, en dat is ook het debat wat we denk ik moeten voeren, dat die mensen die dat doen, en daar zitten we, ik denk dat er veel mensen hier dat min of meer een beetje doen, dat we die zouden moeten beschermen. Het probleem zou voor ons zijn, denk ik, hoe overtuigen we de meerderheid van de bevolking? Die zegt, ja, ik ben alleen maar op vakantie. Ik hou me in Turkije en ik hou me nooit bezig met politiek. Maar dat argument heeft ook altijd gegolden voor Oost-Europa. Hè? Voor 89. Ja. Ik wil even één ding uithalen. Waar we nog niet over gehad hebben. Jullie hebben alle drie een journalistieke achtergrond. Ik heb ook Philip Remarque uitgenodigd voor een van deze serie twee gesprekken. Ook Paul Janssen. En hebben allebei gezegd, nee, we komen niet. Ik vind het vanuit journalistieke hoek, daarom zeg ik het even, want zij kunnen een moverende reden hebben waarom ze niet kunnen komen. Maar uit journalistieke hoek valt me wel op hoe ongelooflijk stil het eigenlijk is. En mevrouw refereert aan advocatuur. Sorry? Mevrouw refereert aan advocatuur. Er is gewoon een klein... Aan de advocatuur, klein, ja. Er is totale geheimhouding. Bronbescherming is een heiligdom in de journalistiek en zou dat ook moeten zijn. Ja. Los van het feit dat als ik een keer iets kritisch schrijf over Erdogan enzovoort... Dus hiermee gaan en misschien nog wel dokter-patiënt privilege. Ik kan me ook voorstellen dat er in die data ook dat soort dingen zit. Dus met deze wet gaan we in één keer in dit geval drie grondrechten, advocatuur, journalistiek en medische sector. En ik denk, Ben je het daarmee eens? Ja. Of Bart wil voor je antwoorden. Oh. Nee, ik wilde. Er was laatst al, of laatst vorig jaar een keer, of misschien al 2 jaar geleden, iets met de bureau Prakke de Oliveira hier in Amsterdam, die afgeluisterd werden. Ja, Michiel Pestman. Dat was al een behoorlijk ophef, gelukkig. Want dat snappen mensen op het moment dat zoiets in het nieuws komt. Ze zijn naar de rechter gegaan en ze hebben gelijk gekregen van de rechter. Dat is natuurlijk wel weer... Maar het feit dat het dus gebeurde, dat staat ook nog een beetje los van die sleepwet. Als mensen een bepaalde reden nodig denken te hebben om het te mogen doen, dan doen ze het toch. Maar de stilte van de journalistiek, als we die even pakken... Philip Remarque, dat hij afzegt, is raar, want hij heeft Huib Modderkolk in dienst en die zit er bovenop. Dat moet ik ook eerlijk zeggen, Huib Modderkolk, hij zei meteen, vraag Huib Modderkolk. Ja, die heeft hem echt gelezen. Beste ingelezen journalist van Nederland op het onderwerp. Dus jij relativeert het wel. Maar ik heb Paul Janssen een keer op een ander moment gevraagd van hoe staan jullie tegenover het referendum over die sleepwet? En toen zei hij dat hij het echt nog niet wist. Want dat was exact die spanning tussen, zeg maar, enerzijds terroristische acties voorkomen versus... Ik denk dat de Telegraaf toch een beetje in de VVD-lijn zit daarmee. Ja. Oké. Okay. Ja, maar ze hebben ze nog niet echt geuit. En ze hebben ook niet echt hun zorgen geuit, zou ik maar zeggen. Ja, misschien hebben ze nog helemaal niet over nagedacht. Okay. Bedoel, er moet ook iedere dag een hondenfoto uitgezocht worden om in de Telegraaf te zetten. Het is niet echt een krant waar je die discussie verwacht, bedoel ik te zeggen. Oké, okay, ja. Meerte, wat even jou, want je bent ook een journalistieke achtergrond. Soms weet je het niet. Ik zit hard op na te denken. En het enige waar ik aan moest denken toen... U bent advocaat, begreep ik, hè? Geweest. Oud-advocaat aan het woord was eigenlijk dat... Maar dat refereert eigenlijk meer aan het belang van referenda. Waar ik eerst sceptisch over was, maar waar ik dus gaandeweg steeds positiever over ben geworden. Dat is ook wel de rol van media. Hè? Dus wat je bijvoorbeeld...
Jij noemt één journalist waarvan je dan nu zeker weet dat is een deskundige. Maar we weten ook dat deskundigheid hier en daar onder druk is komen te staan van gewoon commerciële wetten, weglopende abonnees. Je ziet bijvoorbeeld in Den Haag, je hebt een aantal specialisten in de commissiezalen rondlopen. Maar het gros van de mensen, de journalisten bij de patatbalie, houdt zich vooral met het spel en de knikkers bezig. Met wie de ruzie maakt met wie en waarover. En waarom. Dat maakt eigenlijk dat zo'n referendum een extra nut bewijst. Want je zou hopen dat het in de komende weken ook onze journalistiek dwingt om zeer nauwkeurig en het liefst ook weer op de voorpagina's onder de aandacht te gaan brengen wat voor en tegen ook alweer in te brengen heeft aangaande dit referendum. Dus het is eigenlijk een ultiem motief om ons allemaal aan te sporen en dus ook de journalistiek om dit soort serieuze kwesties niet te veronachtzamen. Ja, hoe rommelig het Oekraïne-referendum ook verlopen is en hoe onverwacht het ook kwam en hoe eigenlijk niemand die er iets mee te maken had wist wat hij er precies mee moest doen, inclusief onszelf, wijzelf. Heeft natuurlijk wel maandenlang allerlei krantenpagina's en televisieprogramma's gedomineerd. En we weten nu meer dan ooit over wat daar gaande is, over wat dat verdrag inhoudt, over de verhoudingen met Rusland, met de NAVO, de belangen die daar spelen. Je maakt een heel mooi bruggetje naar zeg maar, de nut ook van het referendum over de sleepwet bijvoorbeeld. We praten er nu over. En het is inderdaad waar dat Joost de Vries van de Volkskrant, die had, ik was laatst bij een conferentie en die had even op een rij gezet hoeveel artikelen, hoeveel opinieartikelen er waren verschenen over de Oekraïne. 100 in een paar maanden tijd. En, als er geen referendum was geweest, was er geen één verschenen over dat verdrag en over alles wat daarmee samenhangt. En dat geldt, ik vind het nu nog redelijk rustig over de, over de WIF, moet ik zeggen. En ik denk ook dat het voor een deel komt, omdat Buma natuurlijk op voorhand al gezegd heeft, whatever de uitslag. Bovendien valt het nu samen met verkiezingen en verdriet het toch een beetje daarin ook. Dat zat ik ook te denken, want aan de ene kant vind ik het een positief iets dat een referendum samenvalt met een verkiezing. Sterker nog, we hebben dat toen in de wet opgenomen, dat als er een verkiezing is binnen 6 maanden, dan moet het referendum met die verkiezing samen georganiseerd worden. Maar op dit moment denk ik van, maar dat concurreert misschien ook wel een beetje met elkaar. En dat spel, zeg maar, van de politiek. Ik durf zelfs wel zo ver te gaan om te zeggen dat ze die afweging ook een beetje bewust gemaakt hebben. Vorige keer was het een apart fenomeen en toen hoopten ze dat de opkomstdrempel misschien niet gehaald zou worden. Er waren een aantal partijen die daar toch vrij opzichtig op voorstelden. Nee, maar het zit in de wet. Ze kunnen er niet van af. Ik heb die wet zelf gemaakt. Oh ja. En wij hebben gewoon uit praktische overwegingen gezegd, als er een verkiezing binnen afzienbare tijd plaatsvindt, om kosten en om gewoon efficiëntie, dan zal je het samen doen. Af moeten hangen van als de opkomst in een gemeente 70% is en die voor het referendum maar 50%, dan zul je zien wat, wat de wisselwerking is daarop. Ja, precies. Ja. We hebben nog een half uur en ik wou eigenlijk wel overgaan naar het referendum, maar u wil nog iets vragen over de WIF, SEC? Ja, in grote lijnen. Ik ben eigenlijk blij, zoals men hier verteld heeft. Eigenlijk is het een bevestiging waarom ik voor 2 weken geleden al nee gezegd heb. En ik vond het heel mooi wat u zei over Piet Hein Donner. Want ik heb daar meegemaakt en dat is eigenlijk dat ik de journalistiek op zich niet de juiste vragen stel. Ik was namelijk een van de tegenkandidaten van Piet Hein Donner. Dus ik heb voor de Raad van State. Ja. Ik wilde het hele spel wel eens meemaken. Ik heb toen gesolliciteerd. En er werd mij verteld van, het is nog bezig. En ik zou nog een uitnodiging krijgen, bladibla. Maar ik heb later, heb ik uiteindelijk ook, en dat is jammer voor de Partij van de Arbeid, dat kan ik wel zeggen. Toen heb ik het hele logboek voor me gekregen, dat heb ik opgeheist. En toen bleek dat er al 1,5-2 maanden daarvoor was al een besluit genomen. Dus al die kandidaten die gesolliciteerd hebben, is gewoon een spelletje meegespeeld. Nou, dat gebeurt eigenlijk in de politiek. De juiste vragen worden niet gesteld. Even naar de WIF. En de WIF, dat is uiteindelijk ook het vertrouwen in het openbaar bestuur. We hebben te maken met allemaal politieke benoemingen. Je moet er niet aan denken dat we een minister krijgen, nog eens een keer, die alleen maar ervaring heeft in landbouw of weet ik veel wat. En die kan zo door een politieke bemoeien. Dat is het grote probleem. En er wordt paniekvoetbal gespeeld. Want we hebben nog van de week, is er naar boven gekomen, dat we veel te weinig rechercheurs hebben. Dus ja, daar gaan ze denken, hoe moeten we dat gaan oplossen? Nou ja, dan moeten we dat maar digitaal gaan doen. Dan hebben we maar een paar mensen nodig. En dan zijn die problemen niet zo groot. Puur paniekvoetbal, levensgevaarlijk. Oké. Okay. Als je het even goed vindt. Ik wil eigenlijk naar het referendum toe, als zodanig. Was daar nog een vraag? U had ook een vraag, of niet?
Oh, sorry. Oh, ja. Maar zullen we eerst even erover beginnen? Ja. Oké. Okay. Ja. Er is veel aan te merken op de wet raadgevend referendum. Ik bedoel, wij zijn het eens dat de sleepwet op zich een mooi onderwerp is, hè? En ik heb ook al eens Bart in het en plein publiek gezegd dat ik dit een beter onderwerp vind dan het Oekraïne-verdrag. Omdat zeg maar de impact van het Oekraïne-verdrag op ons Nederlanders relatief beperkt is. Maar ik zeg er ook steeds bij dat jullie alle recht hadden om daar een referendum over aan te vragen. Ja, en dat wil ik dan ook gezegd hebben dat mijn intentie niet zozeer lag bij dat verdrag per se, maar bij de democratische inspraak en het gebrek daaraan in de Europese Unie en ook in toenemende mate in Den Haag. Ja. En dat onderwerp, dat verdrag was gewoon letterlijk het eerste wat referendabel werd toen de wet raadgevend referendum inging. En ik zeg er ook altijd bij, wat ik weet niet eens of je het zelf nog realiseert, maar het was die gekke Thierry Baudet die als burgerinitiatief het obligatoire referendum over Europese verdragen had voorgesteld. Ja. Daartegenover in de Kamer, tegenover Frans Timmermans kwam te staan. En dat Timmermans toen zei van, meneer Baudet, ik nodig u uit, er komt straks een wet raadgevend referendum. Het eerste en beste verdrag wat langskomt, dat moet u dan maar in een referendum voor gaan leggen, want het recht ligt bij u. En op het moment dat wij dus met geen stijl begonnen om die handtekening op te halen, kwam hij dus ook binnenstormen en zei hij, laat mij alsjeblieft hier aan meedoen. Want ik heb hier ook nog een appelsoot te schillen. Baudet. Oh, ik dacht Frans Timmermans even. Ja. Laten we hier alsjeblieft aan mee. Dat zou heel verrassend zijn. Ja. Oké, dus wij vinden dit een goed onderwerp voor een referendum. Dat kunnen we even vaststellen zo. Dan even naar het referendum zelf. We hebben allemaal een positieve grondhouding naar het referendum als een correctiemechanisme zeg maar, op de particratie, als ik het even zo mag samenvatten. Maar Meerte, jij zei al van ik vind dat die absoluut bindend moet zijn. Waarom is dat? Waarmee ik niet zeg, zolang het niet bindend is, moet je raadgevend maar afschaffen. Hè? Dat staat niet gelijk aan elkaar. Nee. Ik denk dat niets fnuikender is voor het vertrouwen van mensen in hun democratisch inspreekrecht dan de suggestie dat je het hebt en hem ontnemen als het uur u aanbreekt. Hè? Dat zie je ook op lokaal niveau. Ik zelf woon in een gemeente waar bijvoorbeeld heel veel gedoe is over de aanleg van een nieuwe snelweg. En die moesten het liefst dwars door duingebied. En dan hebben allemaal inwoners van die inloopavonden gebruik gemaakt. Die hebben zich zelfs verenigd. Die hebben zelfs de financiën bij elkaar gebracht om een wegenbouwkundige een alternatief plan uit. Die hebben dat echt zeer serieus opgepakt. En uiteindelijk zie je dat de wil van het college wint. En ik denk dat, het is trouwens ook, het is bijna een soort, ik herinner me ook nog wel uit fractievergaderingen van, je moet mensen het gevoel geven. Mm-hmm. En ik ben allergisch voor die uitspraak. Ja. In iedere context. Ja. Je hoeft mij niet het gevoel te geven dat je me serieus neemt. Neem me alsjeblieft serieus. Dus, en ik vind dus dat raadgevende element in het kader van een referendum, het gevoel geven. En dat zag je dus ook nu gebeuren. Dus we hebben het natuurlijk eerst met Europa lang geleden al zien gebeuren. Europa met de ja of nee, de grondwet referendum, dank je. En nu had je Oekraïne. Ik vond het ook een heel ingewikkeld thema, maar ik dacht ja, als het kan, kan het. En ga je goddelijke gang, succes ermee. Wat je ziet is dat zo'n referendum natuurlijk staat of valt bij de inzet van twee kampen in campagnetermen. Om er wat van te maken. En daar vind ik dat het voorkamp zich wat lang op zijn Europa-logica heeft laten. Snap je, er was niet echt een soort begeisterde campagne voor dit verdrag. Nee, de begeistering zat echt bij anti. Dus daar verzaakte, vond ik, politieke partijen in eerste instantie al. Omdat je hebt dit zelf gefaciliteerd, je hebt dit geaccordeerd. Dan verwacht ik ook dat je fucking op die zeepkist gaat staan. Ja. En niet denkt, iedereen snapt dat de trein nu eenmaal rijdt en dat we daarvoor kunnen liggen. Ja. Dat maakt in de Europese context toch geen reet uit. Maar second, als je het dan doet en mensen organiseren het en ze gaan naar die stembus en je haalt die drempel, dan is natuurlijk, en zeker een aantal partijen zei van tevoren, luister, als er een ja of duidelijk nee komt, committeren wij ons daaraan, ook al is het raadgevend. Die belofte deden ze vervolgens geen gestand. En toen zeiden ze, ja, maar het is raadgevend. Ja. Wauw, op hoeveel manieren wil je het vertrouwen van mensen in de waarde van hun stem schaden? Ja. Dus dat heeft voor mij heel evident aangetoond dat je gewoon uiteindelijk aan binnen het referendum toe zult moeten. Ja. Want dit vind ik schadelijker dan wat ook. Ja. Wat er nou hier gebeurt. Maar dan schuur je toch wel, kom je dichtbij de redenering van D66 om het nu toch af te schaffen. Ik ben het totaal met je eens.
Het is niet de ideale referendum. Maar exact die teleurstelling die partijen zelf hebben georganiseerd. A, door inderdaad die opkomstdrempel erin te leggen. Want hoezo leg je nou in een advies een opkomstdrempel? Dat is heel raar. Ja, ik bedoel, als 5% gaat stemmen, dan kun je zeggen, nou, dat is niet zo'n zwaar advies. Want met 5% gaat stemmen. Dan kun je ook nog kijken naar de stemverhouding. Als het 49-51% is met 5% opkomst, denk ik, oké, jongens, het is een advies, dankjewel. Maar dan gaan we toch even niet serieus nemen. Maar op het moment dat je er een opkomstdrempel in legt en dan ook nog zegt van we gaan als die opkomstdrempel gaat, is, gaan we het volgen en dan niet doen. Precies. Het was dan creëer je wel heel veel frustratie. Maar dat, nou is, ja, wel, maar dat is wel de perverse woede. Ja, woede. Ja, en dan maar het is wel zeggen, de perverse logica dat ze nu zeggen van dus moeten we het afschaffen, want nee, maar, de politieke partijen zijn niet beheersbaar. Nee, maar dat gaat wel te snel. Ja. Want, weet je, laat ik het maar gewoon doen. Het was Baudet die in de eerste termijn over dit thema volgens mij vrij terecht zei, luister, als er nu een Kamermeerderheid constateert dat we dat element aan raadgevend een kwalijk effect vinden hebben op het vertrouwen van mensen in ons, of in de waarde van hun eigen stem vooral, of in het democratisch functioneren van zo'n referendum, dan staat ons hier nu niets in de weg om bij meerderheid te beslissen dat het raadgevend referendum sleepwet dus bij uitkomst serieus genomen wordt. En dan had de beste man, en dat daar moest ik even over nadenken. Maar hier heeft hij, gewoon, hij heeft hier gewoon een punt. Dus we kunnen nu zeggen, dan gaan we dus raadgevend schrappen in afwachting van bindend. Je kunt ook zeggen, als die ambitie er is, we gaan gewoon de stem van het volk, als de opkomst voldoende is, serieus meenemen in onze besluitvorming. Dank je de koepel. Punt. En over bindend, er lag een voorstel voor correctief bindend. En dat heeft SP op moeten rapen van de partijen die het niet uit wilden voeren. Maar dan nog, Bart, dat is de ellende. In die zin, en sommige mensen vinden dat een heilzame werking van een grondwetswijziging, maar je moet in een tweede lezing 2/3 meerderheid halen. Ja. En dat had het ook niet gehaald met PvdA en GroenLinks. Nee, en maar dan laat je in ieder geval wel aan je kiezer zien van, luister, we hebben deze keer verkloot, maar we gaan ons best doen om het nu beter in te richten om het volgende keer, om zo volgende keer zelf ook beter voorbereid te zijn op wat er komt. En nu krijg je een soort, want bij D66 proef ik een soort tweeledige rancune. Enerzijds hebben ze geen gelijk gekregen omdat 61% zijn weg met dat verdrag. Ja. En anderzijds merk je wat chagrijn, dat werd ook uitgesproken volgens mij door Rob Jetten in het debat vorige week, weet ik niet zeker, van D66 richting andere partijen. Van, ja, jullie deden helemaal niets. Wij hebben in ieder geval nog campagnes staan voeren. Ja, ja, en daar is wel groot gelijk in. Want wat je ook vindt van hoe D66 zich nu gedraagt, dat was de enige partij die echt actief een voorcampagne ging voeren. Daar wil ik iets over zeggen en ik heb nieuws te melden. Zoals het er nu naar uitziet in het debat, er ligt een amendement van het GroenLinks-Kamerlid Nevin Ozotoek om die in terugwerkende kracht in werkingtreding niet geldig te verklaren. En het schijnt dat de SGP dat amendement gaat steunen. En dat betekent dat een kleinst mogelijke meerderheid, dus dan wordt het heel spannend donderdag als ze gaan stemmen, want dan wordt een hoofdelijke stemming, dan hebben ze de kleinst mogelijke meerderheid om de wet zoals die nu dan voor ligt, inclusief die terugwerkende kracht van inwerkingtreding, om het dus een referendum over het referendum onmogelijk te maken, dat die met één stemverschil het gaat halen. En dat wordt wel heel spannend. Moeten we wel goed gaan kijken wat de D66 is hoofdelijk stemmen. Zeker. Ja. Oh, maar die stemmen gewoon met de fractie mee. Daar geen seconde aan. D66 is de enige partij die 100% fractiediscipline heeft. Gek genoeg. Ja. Heel apart. Ja. Zelfs de PvdA heeft dat niet, dankzij Meerte. Hebben ze dat zwart op wit, het is van de laatste 10 jaar. Ja, ik heb van de Kamerlid begrepen die het eerste gesprek met Jos gekozen, het eerste gesprek met Pechtold. Pechtold zei, luister eens, bij ons stem je 1 keer niet mee met de fractie. Punt. Eerste gesprek. En als je het wel doet, dat mag helemaal niet. Volgens de grondwet mag dat niet. Nee. Maar dus het is heel dubieus. Okay, maar dat is even interessant nieuwtje. En dat is wel spannend. Want dan staat de druk erop en dan is de SGP inderdaad staatsrechtelijk zuiver. En dan zit ik me opeens te denken, want wij gaan waarschijnlijk een rechtszaak beginnen tegen de staat. Maar dan helpt het al enorm als zo'n rechtsstatelijke partij. Er is niet een grotere rechtsstatelijke partij dan de SGP. Dat die dit... Het advies dus van de Raad van State ook gewoon niet volgt. Maar de grap is altijd met die SGP, is dat ik ben het er bijna nooit mee eens, maar ze zijn altijd zuiver. Je kan ze altijd vertrouwen op een of andere manier. Ja, ja. Of in ieder geval niet nooit mee eens, maar ze beredeneren het echt naar de letter. En niet naar, dit komt nu handig uit, want afspraakjes hier en daar. Precies. Heel fijn is zelden dat politieke spelletjes. Ja. Ik wil nog eens zeggen over het referendum, want ik heb een staartje gezien, we hebben het wel eens over gehad. Ik heb een grafiekje gezien van de steun voor het referendum tussen de hoogopgeleide bevolking en de laagopgeleide bevolking. Nou, en die was heel hoog bij hoogopgeleid tot het Oekraïne referendum. Zakt helemaal in elkaar.
Dus het is niet een angst voor de stem van het volk, het is een angst voor de stem van het laagopgeleide volk. Ja, precies. En die tournuren van D66 zitten daarin, hè, dat is natuurlijk ook een soort van het is hoogopgeleid Nederland waar dan zit. Dus die inzakkende grafiek vind ik boekdelen spreken. Ja, ja, maar daar zou ik juist van die kiezers verwachten dat ze haar eigen politici verantwoordelijk houdt voor die beweging. I know. Want als je weigert gepassioneerd uit te leggen waarom je dat wel wil ondertekenen, dan of je dan hoog of laag opgeleid. Ik raakte ook niet bepaald geïnspireerd van het voorkamp, snap je? Nee, dus, zeker. Absoluut. Nee, ja, ik hoorde dat in het kader van de referendumwet. Wie sprak ik daar nou? Ik sprak er vanochtend nog iemand over. En die zat weer dicht op Europa. En dat daar dus ook een soort blinde paniek van. Ja, dit kunnen we zo toch niet door. Weet je, dit moet niet een soort brandend vuurtje worden. Want dan kan de Europese burger de Europese samenwerking vernielen. Hè? Of in ieder geval ernstige schade toebrengen. Frustreren. En dat is toch, weet je, het is natuurlijk een enorm cliché. Maar politiek is niet voor de bangen. Als je overtuigd bent van je eigen zaak, maar zo overtuigd dat je hem aan mij niet meer wil uitleggen, dan vind ik je een arrogante lul. Ja. Dus de bedoeling van politiek is toch dat je die overtuigingskracht echt probeert uit te dragen. Ja, dat was... En dat je er dan voldoende fiducie in hebt, dat die overtuigingskracht zo vanuit je kern komt, dat ik, of ik nu mbo, hbo of universitair geschoold ben, naar je wil luisteren. Weet je, daar gaat politiek over. En die slag moet je bereid zijn te winnen. En daarom moet je nooit bang zijn voor een extra democratisch inspraakmoment. Ja. Het is gewoon bange politiek. Correct. En wat heel interessant is, maar dat is weer een kwestie van dat we ermee moeten leren omgaan. Dat was al bij de Europese Grondwet in 2005. Wij zaten als Partij van de Arbeid toen een enorme spagaat. Want wij waren voor de Europese Grondwet. En dat was Balkenende ook. En we bestreden tegelijkertijd het kabinet Balkenende. En ik heb toen voorgesteld van wat we eigenlijk moeten doen. Wil je echt dat referendum winnen? Dan moet je alle campagneteams bij elkaar voegen. En er één campagne van maken met twee of drie frontfiguren. En dan moet je even al je partijpolitieke dingetjes en belangetjes even opzij schuiven. Want je hebt een campagne te winnen. Nou, daar was geen sprake van. En dat zag je bij het Oekraïne-referendum ook weer. Was geen begin van samenwerking of afstemming tussen de pro-partijen. Terwijl geen stijl liep zij aan zij met de PVV aan de ene kant en de SP aan de andere kant. Ook niet bepaald logische partners die je met elkaar zou verwachten in zo'n onderwerp. Nee. Of überhaupt. Ja. Je ziet dat nu ook weer. Je ziet dat in de politiek nooit inderdaad. Het is altijd in hun eigen lijntjes. Ja, maar dat komt omdat het hoort ook weer bij dat diepgaandere analyse. Dat we in een partijconcurrerend model zitten. Aangezwengeld ook door de media die het fantastisch vindt als er kleine verschilletjes zijn en dit en dat. En dat je daar ook soms de kans loopt om op afgerekend te worden. Dat is weer de ellende natuurlijk. Het is complex, dames en heren. U had nog een vraag. Even gaan staan hoor, dan kunnen mensen beter zien. Ik heb een vraag over de afschaffing van de referendumwet. Want u had het over een amendement wat aanstaande donderdag behandeld gaat worden. En als de uitkomst daarvan is dat... Het is nog een beetje onzeker. Nee, want... als er maar één... Ik ben er steeds van uitgegaan. De SGP heeft steeds gezegd dat ze tegen het referendum zijn. Dus die gaan meestemmen met de intrekkingswet. Maar als zij niet mee gaan stemmen met deze intrekkingswet... omdat er een bepaling in zit die zij staatsrechtelijk niet correct vinden. En dat heeft te maken, dat is een ingewikkeld verhaal, maar dat ze het onmogelijk maken voor ons als burgers om er nog een referendum over die intrekkingswet te organiseren. Als dat zo is, dan wordt het spannend, want dan is ook in de Senaat hebben ze die... ze hebben niet echt de SGP nodig, maar dat betekent wel dat de meerderheid naar één stem gaat. En dat maakt het spannend. Maar stel dat ze zeg maar de intrekking, de afschaffing wel steunen. Dat de uitkomst is dat ze zeggen van we vinden het prima, de referendumwet kan worden ingetrokken, dan bevindt Nederland zich toch op een glijdende schaal, naar beneden toe, zou ik zeggen, met deze WIF-wet, waar alle overheidsdiensten alle vrije toegang hebben en je vrienden, familie worden daarin meegenomen. Je hoeft niet verdacht te zijn van een strafbaar feit. De inlichtingen kunnen met buitenlandse inlichtingendiensten worden gedeeld. Ik stel dat als een vraag, maar hij is wel impliciet, maar ik wou hem gewoon voorleggen aan hun. Als laatste denk ik dat de burger in feite monddood wordt gemaakt. En het gaat om de burgers die nadenken natuurlijk. De meut die niet nadenkt, die vindt het natuurlijk prima. Die stemt ook niet voor een referendum en die denkt intrekkingswet of WIF. Het zal mag ik hier iets op zeggen? Ik ben hier dus hoopvoller over burgerschap dan deze mevrouw. Ja. Ik denk alleen dat je het nadenken daarover vanuit de verschillende podia waar we het hier over hebben, of dat nou een politieke arena of journalistieke arena is, gemotiveerd moet worden. En je zou kunnen zeggen dat de grote verdienste van Arjen Lubach bijvoorbeeld was, in caso die sleepwet.
dat je ziet dat hij met een heel slim opgebouwd pleidooi van 14 minuten op een publieke zender uiteindelijk een enorme zwengel weet te geven aan op dat moment het debat, aan de betrokkenheid van mensen bij die discussie en in het verzamelen van het benodigd aantal handtekeningen. Want laten we wel wezen, zo'n referendumwet betekent niet dat we dat iedere dag hebben. De drempel is behoorlijk hoog en vergt nogal wat grondige organisatie. Dus het is niet overnight gepiept. Je kunt er eigenlijk vanuit gaan dat wil het lukken, het vrij fundamentele casus moet betreffen. Oekraïne was in dat opzicht, vind ik, echt een heel bijzonder geval. Omdat het over de EU ging. Ja. Nee, maar dus ik zelf denk, dus zeg maar die burger die het allemaal geen reet interesseert en die denkt, ach, de meut, het maakt me allemaal niet uit. Ik denk dat die gewoon een beetje wakker gemaakt moet worden. Ja, maar dat ik heb er vertrouwen in dat dat lukt als we daar met z'n allen werk bereid zijn van te maken. Ik denk niet dat de burger zelf, zo denk ik er zelf niet over, maar het is de overheid die daar zo over nadenkt. Of zo over denkt. Nou ja, op die manier, die glijdende schaal. Maar waar het mij om gaat is dat burgers nu al monddood worden gemaakt. Burgers met een etnische achtergrond of een migratieachtergrond worden dagelijks geïntimideerd door de Nederlandse overheidsdiensten. Of het nou om politie gaat of andere justitiemedewerkers. En mijn vraag is van, verplaatsen Nederlanders zonder een migratieachtergrond zich ook in die burgers? En wat zij nu al meemaken en wat het straks gaat betekenen met de inwerkingtreding van die WIF. En met de huidige kabinet die zegt, wij steken gewoon de middelvinger op naar het hele Nederlandse volk, ongeacht wie er voor of tegen zijn. Wij doen niks met de uitkomst van de referendum. Dus zelfs als de referendumwet niet wordt ingetrokken, doen ze niets met referendums en de uitkomst daarvan. Nee, maar dus ik pak even het punt op, zeg maar, samenvattend als het is een glijdende schaal. Teun? En de verkeerde kant uit, duidelijk. Dat klinkt altijd zo somber. Maar ik denk dat we echt te maken hebben. Ik denk dat nogmaals de controle op de macht is uitgehold al langer. En dat de macht nu de ruimte ziet om dingen te doen. En dan ga ik toch nog heel even de dividendbelasting. Dat vind ik een fascinerend gegeven. Wat daar ook systemisch is gebeurd. Dus dan heb je partijen, dan heb je congressen. Dan gaan we stemmen, dan gaan we amendementen op het verkiezingsprogramma. Die stellen we dan vast. Dan zitten ze ineens om de tafel, dan wordt die dividendbelasting even afgeregeld. Meneer Pechtold zegt, die werd gevraagd, daar zit ik steeds uit deze 60, zei ik, sorry, maar... Met een klein traumaatje daar, geloof ik. Ja. Maar die wordt gevraagd, wie is daar nou mee? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet je niet. Nou zit je gewoon te liegen. Sorry, ik bedoel, je zit er aan tafel, 1,4 miljard. Nee, dat een beetje, god, was er ineens. Maar fascinerend, dan hebben we dus een participatiestelsel dat zulke soort programma's moet samenstellen. Dat doen ze ook, dan komt het hele woordje afschaffen dividendbelasting niet in voor. En het gebeurt toch. En de fracties gaan vervolgens mee. Dus dat betekent dat we echt wel een serieus probleem hebben van een overheid die kennelijk denkt dat ze dit allemaal kunt doen. Nou, maar wat dacht je van het referendum zelf? Ik bedoel, we hebben alle verkiezingsprogramma's bekeken. Alle verkiezingsprogramma's van partijen die meedoen aan de Tweede Kamer, die in de Tweede Kamer zijn gekozen. Als je al die zetels bij elkaar optelt, die hebben gezegd dat ze voor het raadgevend referendum zijn, kom je op 90 zetels. Ja. Kijk je naar de opiniepeilingen in het land al decennia lang, schommelt, het is iets naar beneden gegaan dankzij Bart's actie met het Oekraïne-referendum. Ja, maar desalniettemin zit het nog in de 60% van de mensen die voor het referendum is. En wat zie je? Na de verkiezingen, door coalitievorming, bam, wordt iets weggehaald. Dat mag, vind ik. Mits jij ons als burgers toestaat om dat dan weer vervolgens te corrigeren middels een referendum over dat onderwerp. Ja. Dat is oké. Maar goed, wij zijn het eigenlijk te eens. Ik denk dat de mensen, ik had de vorige keer boze mailtjes omdat ze mensen zeiden van je hebt alleen maar voorstanders om de tafel. Nou, beste mensen, we hebben nu alleen maar tegenstanders om de tafel, dus dat compenseert weer. Maar ik wil eigenlijk wel een beetje naar een afronding toe, maar ik kijk nog even naar ook nog aan mensen die ik nog niet gehoord heb. En ik, ja, de twee mensen die ik nog niet gehoord heb. Wacht even. Oké, nou, dan mag je straks even mag je afsluiten. Is dat een mooie afsluiten? Oké, heel goed. Nou, ga maar even staan dan. Wie bent u? Mijn naam is Yves Slaanburg en ik hou me bezig met het ontwikkelen van software voor mensen als de Teun. Maar dat is in dit geval compleet irrelevant. Weet Teun dat? Of? Nee, dat weet hij niet. Nee, dat kan hij niet weten. Waar het hier om gaat is dat, het werd genoemd over de bedrijven die natuurlijk heel veel data over ons verzamelen. We zijn ons er hopelijk allemaal van bewust dat op 5 mei of ergens in mei er een nieuwe wet in werking gaat treden. Waarin de overheid heeft gezegd dat het toch levensgevaarlijk is en dat al die bedrijven dat allemaal maar hebben.
En dat er dus een wet moet komen waarin bedrijven dat openbaar moeten maken en waarin gegarandeerd moet kunnen worden dat dat allemaal ook gewist kan worden, want het is toch allemaal wel... Ook dat is een soort ter beveiliging van onze privacy, toch? Ja. En dan is het toch wel raar dat diezelfde overheid vervolgens, diezelfde politie zegt, ja, maar die overheid die nog vele malen machtiger is dan... Hè, de Nederlandse overheid is vele malen machtiger dan een Facebook, met alle respect voor meneer Zuckerberg. Hij is misschien internationaal wat bekender, maar in Nederland kan de overheid nog veel meer doen met data dan dat meneer Zuckerberg doet, want die is nogal altijd aan de wet gebonden. Dat de politici dan zeggen, ja, maar de overheid kan dat natuurlijk allemaal hebben. En ik als met mijn klassiek liberale achtergrond, die denk dan van, nou, als er nou één instantie is waarvan je niet zou willen weten, dat niet zou willen dat de overheid dat heeft, omdat ze geen concurrentie hebben en omdat ze wetten kunnen maken, is het nou juist de overheid die al die data zou niet zou mogen hebben, terwijl particuliere bedrijven die met concurrentie zitten, die aan de wet gebonden zijn, et cetera, dat is nog minder gevaarlijk. Hoe heet die wet die in mei in werking treedt? Want daar hebben alle organisaties al mee te maken die mensen die data opslaan van mensen. Hoe heet die wet? Maar ik weet al dat er bij bedrijven een soort van paniek is, want je kunt enorme boetes krijgen als je ongeoorloofd data bewaart van mensen. Ja, maar het probleem is... Sorry, ik kom even naar je toe. Ja. Zeg even, je hebt vandaag goed nieuws gehoord, want je gaat promoveren. Ga maar even staan, Duwertje Kuipers. Duwertje Kuipers, politicoloog. Ik ben ook journalist bij Follow the Money. We hebben trouwens een heel interessant dossier bij Follow the Money over de WIF. Dus als jullie... Ding dong, reclame. Reclame maken, inderdaad. Nee, de AVG inderdaad, het interessante daarvan is dat... Dus waar staat dat voor? Ik weet niet, algemene verordening... Gegevens? Gegevens volgens mij, inderdaad. Het is hier gewoon een Europese wetgeving. En omdat hier verordening is, moeten alle 27 lidstaten deze implementeren vanaf 25 mei. Het probleem hiermee is dat het ministerie van VNJ, Veiligheid en Justitie, heeft een onderzoeksrapport op laten stellen van wat is er nou nodig om die wet te handhaven. Want het is natuurlijk heel leuk hè, dat jij als bedrijf mag je nu gegevens verzamelen en die gebruiken voor profilering. Vanaf eind mei moet je ook mensen gaan informeren van we hebben deze gegevens, ik ga ze doorverkopen, ik ga ze profileren. En dit zijn de gevolgen voor jou, dat je wel wordt geïnformeerd met wat er met jouw gegevens... Maar ook dat je weer dan terug kunt trekken, toch? Je kunt ook weer intrekken, inderdaad. En dat is het belangrijkste ervan. Het is wel zo dat om die wet te handhaven, hebben we 4 keer zoveel mensen nodig dan we nu hebben. Dus we komen eigenlijk tekort. Er zou dus eigenlijk 9 miljoen euro extra voor nodig zijn. Of 19, excuses, miljoen euro extra voor nodig zijn op jaarbasis. En het kabinet Rutte heeft gezegd dat ze er 7 gaan vrijmaken voor 2020. Dus eigenlijk kan je ook afvragen, wat heb je aan die wet als je niet de mogelijkheden hebt om hem te implementeren en te handhaven? En dat vind ik ook interessant met de WIF, want we zeggen, ja, bedrijven kunnen heel veel verzamelen. Dan denk je, ja, dat is leuk. Maar we gaan het niet handhaven als overheid. En vervolgens gaan we dat als excuus gebruiken, waarom de overheid wel weer meer data van ons wil hebben, waarvan ze zelf ook niet de mankracht hebben om die data juist te gaan verwerken. Dus het is een hele kromme redenering. Maar ik begin nu de echte reden te trekken waarom ze de referendumwet intrekken. Namelijk, dat spaart 30 miljoen euro elke keer. Ja. Dan kunnen ze dan weer naar de wet inlichting en veiligheidsdiensten sturen en naar de AVG. Daar is het dus, ja, daar kom ik zo. Bart, er zit iets heel cynisch in die wet waar je het nu net over hebt. Dat de overheid dus namens de burger gaat controleren wat een bedrijf van je wel en niet mag hebben. En daarmee de suggestie wekt van wij letten wel op uw zaak. En geef nou al je data maar aan ons, want wij zijn er mee te Maar wees nou niet zo super wantrouwig, wees nou ook een keer positief. Dit is een positief ding, toch? Alleen het komt uit Europa, dat is dan ook een beetje onverwacht, hè? Ja, dan weet je al dat er... dan gaat mijn vertrouwen toch al wel... Ik moet dan aan de cookiewet denken. Ja. Dat we allemaal op iedere website die we bezoeken op akkoord moeten klikken voor een cookie, omdat de overheid suggereert dat daar data in geoogst en opgeslagen wordt die jouw privacy zou schenden, terwijl het enige wat een cookie doet is onthouden of je al een keer ingelogd bent of niet. Er zit geen enkele privégegevens die je niet wil lekken zitten in een cookie opgeslagen. En daarom noemen jullie toch nog steeds stelselmatig kutcookie. De kutcookiewet, ja. Oké, wie ben je? Ik ben Bart Korteweg, ik doe iets met ICT. Wow! Spelletjes. Ja, ook. Die ook. Nee, een onderdeel wat ik eigenlijk helemaal niet ter sprake hoor komen hier is, zelfs wanneer we ervan uitgaan dat de overheid zuivere intenties heeft, dat ze zich inderdaad, dat we ze kunnen vertrouwen en dat ze zich gewoon netjes aan de regeltjes houden, zelfs dat ze gewoon de mankracht hebben om alle data die ze gaan verzamelen, om die correct te verwerken. Die data die staat ergens. Het moment dat al die data wordt verzameld en ergens beschikbaar is, is het kwetsbaar. Kan het worden gehackt? Dan hoeft die, zelfs als wij een perfecte overheid zouden hebben die er allemaal netjes mee omgaat, dan is dat nog steeds gewoon een gigantisch risico voor elke burger waar deze data van verzameld wordt.
Ja. Ja. Amen. Amen wordt er geroepen. Ja, ik refereer er in het begin. Maar dat is helemaal waar. Maar dat moet toch iemand in dit proces ook bedacht hebben? En toch doen ze het. En dan kom ik weer op van waar zit nou die totale oogkleppen op? Want dit moeten we hebben. Ik denk bij D66. Ja. Goed. Ja, alles op D66. Ik wil eigenlijk gaan overal. Ja, maar dan. Ja, maar heel kort. Heel kort. Is Watching You 1984, George Orwell. En Brave New World van Aldous Huxley. Ja, die komen vaak voorbij. Ik dank jullie. Volgende week hebben wij geen What the Whiff gesprek. Sorry, ik kom bij hoor. De week daarop heb ik in ieder geval nu al één gast vastgelegd. Dat is Rutger Groot-Wassink, de lijsttrekker van GroenLinks. Ik ga de volgende keer wel echt een voorstander uitnodigen, want hij is een tegenstander. En dan vind ik het ook goed om een voorstander te hebben. 13 maart hoop ik hier Sylvana Simons en Geerten Waling te hebben. Dat is, lijkt me ook wel een interessante. Geerten Waling is een opkomende jonge onderzoeker van de Leidse Universiteit, columnist van Elsevier Weekblad. En vandaag net een boek gepubliceerd over de lokale democratie. Samen met Wim Voermans. En het is een bright young man. Zijn achtste boek van al identiteitspolitiek. Hij is nog wel heel jong, maar dit was zijn achtste boek al. Ja, het is ongelooflijk, hè? En hij heeft een proefschrift geschreven over 1848 en de grondwet en de particratie. Dus daar is hij grote tegenstander van eigenlijk, hè? Van politieke partijen in die zin. En hij is volgens mij heel erg bezig met identitaire politiek, klopt dat? Ja. En hij zal nog een beetje in Amerika kennen. Van maar. De gemeente in je genen, dat boek. Ja, ja. Heel goed, Ernst. Ja, klopt. Goed. Maar we informeren u wel, we sturen mailtjes en we proberen het te doen. Het is dus inderdaad heel spannend in Den Haag. De SGP is definitief heeft gezegd dat ze dat er niet in willen hebben, de terugwerkende kracht. Dat betekent dat het dus een referendabele wet moet zijn voor de SGP. Dat is best wel groot nieuws en een tegenvaller voor de regering. Oehoe. Ze moeten wel gaan stemmen over dat amendement. Dus je weet niet wat er tussen nu en donderdag nog gebeurt. Maar in principe als ze het zo hebben gezegd, van dit is, wij vinden dit niet zuiver. Nee. Dat is net niet de meerderheid voor het amendement. Nee, maar het wordt wel een hele fragiele meerderheid. En dat betekent wel dat het nog minder fijn is voor die kleine meerderheid. CQ D66 om dit maar vol te blijven houden dat het allemaal kan. Meneer Gelder. Ja. Degene die mij niet kennen, ik ben Arjan Gelder, politieke beweging Wil Nu. Ik heb de vorige keer heb ik een aantal ideeën voorgelegd over de over hervormingen in de parlementaire democratie. Na afloop heb ik zitten praten met professor Voermans. En die gaf me toen het advies om het voor te leggen in eerste aanleg bij de voorzitter van de Tweede Kamer, mevrouw Ariep. En toen kreeg ik als antwoord dat ze het interessant vond en dat het gaat naar de werkgroep die bezig is met het reglement van orde. En daarnaast ligt het nu bij de staatscommissie parlementair stelsel. En, maar dan gaan we het niet helemaal weer uitleggen. Nee. Alleen het enige is, mevrouw Hilkens, u heeft aangegeven waarom u eruit bent gegaan. Als u bij Wil Nu had gezeten, had het perfect geweest. Want wij staan namelijk voor om die fractiediscipline door te breken. Mensen die bij ons op de lijst komen, die komen onder het algemene programma van Wil Nu, de kernpunten, en kunnen dan een eigen persoonlijk programma maken. En dan stem je op degene waarvan jij denkt, die gaat wat dat voor mijn bijen betekenen. Kijk eens aan. Bijna geen pijl, Bart Nijman. Ja, ik moet bijna waarschuwen, geen pijl. Het is niet makkelijk om. Nee, 4.500 stemmen. Goed. Dank u allen hartelijk voor uw aanwezigheid. En ook de kijkers thuis, tot ziens. Tot over 2 weken. Dank u wel. Ik zou consumptiebonnen krijgen. Ik krijg die dan ook namelijk. Kunnen jullie beneden nog even een drankje nemen? Ik loop straks wel even naar beneden en dan probeer ik het dan even te verzorgen. Want ze hebben het mij beloofd en ik heb ze niet gezien. Dus, ja?